Goedenavond, dames en heren. Welkom bij alweer aflevering nummer 29 van Spinoza te paard. Uw vaste avondje topwetenschap hier in het paard van Troje. Want dat zijn het, die winnaars van de Spinoza-premie. 2,5 miljoen euro is het inmiddels te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Vanavond gaan we het hebben over imagologie. Imagologie. Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, Duitsers zijn streng en chagrijnig. Hoor je wel eens aan de bar, dat is hun volksaard. Nou, zegt de wetenschapper, het blijkt uit sociologisch onderzoek dat de Nederlanders die geven nog het meeste uit aan cadeautjes. Kijk er maar eens naar spelletjesprogramma's, de Belgen die winnen altijd. En het blijkt zo dat je het beste een Duitser in bed kan hebben. Dus dat valt best wel mee met al die vooroordelen. Dat zijn gewoon stereotypen. Maar ze zijn hardnekkig en ze blijven ook maar steeds terugkomen. Hoe zit dat nou? De imagologie geeft daar een antwoord op, want het gaat niet om de zijnswijze, maar de zienswijze. Hoe zien mensen elkaar? En als je maar lang genoeg hully gaat roepen, dan voelen ze zich vanzelf wij. Zo werkt dat. En dat is ook wetenschap. Want straks na de pauze komt Geert Kessels, niet alleen een man van de letteren, maar ook van de computers. Die gaat dus kijken hoe netwerken van mensen die elkaar uitschelden ineens een staat vormen. De gierige Nederlanders en dat soort dingen blijken dus heel belangrijk te zijn in het opbouwen van die stereotypes en ook het nationale gevoel. Vandaar ook die bombastische muziek toen hij binnenkwam. Ik weet niet of je alle volksliederen herkende. U ging niet staan bij het Wilhelmus, helaas. Dus waarschijnlijk valt het dan toch wel mee met de nationale gevoelens hier. Maar dat zijn dingen die in de imagologie worden onderzocht. Ook wel de cultuurgeschiedenis. Nou, we zijn daarom ook heel erg trots dat we vanavond een Spinoza-laureaat hebben die uit die hoek komt, de cultuurgeschiedenis. En dat is niet alles, hij is ook nog een van de grondleggers van Europese studies in Nederland. Hij zit namelijk aan de UvA en is daar academiehoogleraar Europese studies. Daarvoor was hij ook nog jarenlang directeur van het Huizinga-instituut, misschien kent u dat wel. In ieder geval, hij won zijn Spinoza-premie in 2008. Dames en heren, hartelijk applaus voor Joep Leers. Ja, het is hem dan, hè? Nou, welkom hier in het paard van Troje. Ik weet niet of je er ooit bent geweest. Nee, eerste keer. Nee, je houdt niet zo van hip-hop en metal, hè? Nee. Nou, nee, ik hoor het genoeg via mijn kinderen. Ja. En dat is, maar wel leuk dat je al die volksmuziek hebt geleverd aan ons. Dat is wel geweldig. Ja. Hey, ik heb ook nog een prachtig boek van je gekregen. Spiegelpaleis Europa. Ik kan het u aanraden. Uitgever van Tielt, die staat ook achterin als u hem zelf nog wil lezen. Het gaat eigenlijk over wat is Europa volgens al die mensen? En Joep die loopt gewoon even de hele geschiedenis door van de Grieken tot nu. En dan vind ik het ook wel interessant om te lezen dat iedere keer als er een andere actor op het toneel verschijnt, dan verandert het hele beeld van Europa. Van positief naar negatief, de grenzen verschuiven ze even een paar duizend kilometer, dat soort dingen. Het is heel interessant voor wetenschappers ook. Maar wat ik me dan afvraag, wat vinden de mensen daar zelf nou van? Weet je, je bijvoorbeeld zelf ook iets met Ierland. Hè? Ik kom vaak in Ierland, die vrouw komt ook vandaan. Ja, als je daar zegt van ja, die identiteit van jullie is ook maar een constructie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat de katholieken en de protestanten er niet zo blij mee zijn. Hoe ga je daar zelf in het persoonlijk leven mee om? Dat... Ja, het is inderdaad een gegeven, zo denken mensen. En het kan natuurlijk niet aangaan dat de wetenschap de mensen gaat voorschrijven hoe ze het moeten denken. Nee. Dat zou een heel fout idee van een sturende rol van de wetenschapper zijn. De wetenschapper moet wel als een soort azijn, als een soort conserveermiddel, soms mensen erop wijzen dat al te vereenvoudigende manieren van denken niet de oplossingen bieden die men ervan verhoopt. Dus wat je moet doen is mensen uitdagen. Dat is wat wetenschappers onderling over en weer doen. En als ik te maken krijg met bijvoorbeeld Ieren die verschrikkelijk trots zijn op het feit dat ze Ier zijn. Ik ben met zo iemand getrouwd, mijn kinderen zijn halve Ieren, ik heb er alle begrip voor. Dan moet je dat ook niet willen wegpoetsen. Dat is een gegeven. Het is ook eigenlijk best wel nuttig. Want een gedeelde nationale identiteit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er een grote solidariteit is tussen arm en rijk. He, dat men onder het mom van wij Ieren opkomt voor elkaar. Dat zie je in hardere landen. Bijvoorbeeld Amerika is die solidariteit tussen arm en rijk veel minder. Mm. Omdat men misschien minder dat nationale wijgevoel heeft en meer etnisch denkt. Van de andere kant moet je wel zeggen, ieder wijgevoel heeft een ander nodig.
Doet altijd, krijgt een nestgeur door te zeggen... Wij en de ander. Zij, en, geen wij zonder zij. Ja, en op de een of andere manier moet je mensen erop wijzen... dat als zij zich lekker voelen in hun ier zijn... dat dat altijd ten koste gaat van wat minder prettige gevoelens ten opzichte van. En dan zeggen ze, ja, vroeger waren wij onder Engeland, nu zijn we... onafhankelijk en we zijn er blij om. Ik zeg, dit is ook leuk, want nu is je volksmuziek heeft overleefd... en die was anders misschien uitgestorven. Maar vroeger had je dus een hekel aan de Engelsen. Maar nou heb je Noord-Ierland. Het probleem is verschoven, maar het is niet weg. Dus je kunt grenzen wel verschuiven, maar je kunt ze niet afschaffen. En het is nodig om voor de wetenschap om mensen kwiek te houden... en te zeggen, berust niet in de gemakkelijke oplossingen... waarvan je denkt dat ze wel kloppen. Dat is ideologie. Ja. Ondervraag altijd of er niet nog een holle ruimte onder zit. En, dat is wat we moeten doen. Ja. Maar in je boek ga je er vrij ver in. De openingszin is zelfs, Europa bestaat niet. Nou ja, dan denk je... Maar persoonlijk kan dat natuurlijk ook leiden tot wel een soort hyperrelativisme. Of zelfs nihilisme, zoals Johan Goudvol omschreef. Nihilisme en cultuur. Je kunt alles deconstrueren totdat er helemaal niks meer over is. Ja, en dan... Ja, nou wat er dan blijft is de behoefte en de begeerte van de mens om te construeren. We hebben die constructen. Die zijn misschien niet eeuwige natuurkundige waarheden. Die zijn misschien niet op objectieve feiten gestoeld. Maar ze zijn tot stand gekomen omdat mensen er een behoefte aan hadden. Omdat ze daar liefde en toewijding in geïnvesteerd hebben. En het resultaat is soms niet altijd betrouwbaar. Maar je kunt nagaan, waar komt die liefde en toewijding vandaan? Waar kan die op gericht worden? Waarom hadden mensen die constructen nodig? En waarom hebben ze ze gemaakt zoals dat? En dan doe je cultuurgeschiedenis. Ja. Hoe voel je jezelf? Nederlander? Half Ier? Europeaan? Wereldburger? Ik ben eigenlijk altijd iemand die een hekel heeft aan het gezelschap waarin hij verkeert. Oh. Dus op het ogenblik ben ik een Limburger en als ik in Amerika ben ik een Europeaan en als ik in Duitsland zit ben ik een Nederlander. Dus dat is ook een... Nee, dat is een grapje. We zijn allemaal Russische poppetjes. Er zitten allemaal verschillende lagen van identiteit. De grote essayist Montaigne... zei het al heel scherp voor 1600, ik ben een lappenpop. Ja. Er zit van alles in mij en het verschil tussen mij en mijzelf is groter dan het verschil tussen mij en jou. Ja, oké. Okay. Nou, nog even over concrete dingen. De Spinoza-premie was toen 1,5 miljoen toen jij hem kreeg. Ja. Het was een beetje, kort daarop werden 2,5 miljoen. Dat dus was een beetje flauw. Ik wou er niet over beginnen. Het is een soort ongeluk bij een geluk, zou je kunnen zeggen. Maar goed, 1,5 miljoen, zeker in de culturele sector, is toch een hoop. Wat heb je ermee gedaan? Wat heb ik ermee gedaan? Ik ben een toegepaste vorm van imagologie gaan doen. Mm-hmm. En daar ga ik ook over vertellen. Je kunt nationalisme definiëren als de politieke instrumentalisering van een zelfbeeld. Mensen hebben een idee wat het betekent om Nederlander of Hollander te zijn. Als je daar een politiek programma van maakt, dan ben je nationalist. Ja. Dat wil ik in kaart gaan brengen. En Nederland heeft één ongelofelijke troef gehad. Wij zijn een transitoland. Wij krijgen ook theorieën en kennis uit de ons omringende grote landen. En wij weten meer over wat zich op de wetenschap afspeelt in Duitsland, Frankrijk en Engeland... dan die landen zelf over een keer weer van elkaar weten. Dus ik dacht, ik wil een soort wetenschappelijk Schiphol worden. Ja. En een soort luchthaven, een hub, zoals dat tegenwoordig heet. En mensen uit veel Europese landen bij elkaar brengen. Zodat Esten eens kunnen horen hoe hun nationalisme zich vergelijkt met dat van de Basken. En Ieren kunnen horen hoe het zich vergelijkt met Bulgaren. En met behulp van de Spinoza-premie kan ik al die mensen bij elkaar brengen. Dat is een serie workshops geweest. Daar zijn interessante bundels, die zijn nu in productie. Er komen nu ook samenwerkingsverbanden tot stand tussen landen die elkaar voorheen elkaars talen niet kenden en elkaars problematiek niet kenden. Er komt een grote digitale encyclopedie met de fraaie titel Ernie. Dat is een afkorting voor de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Die is op het ogenblik in voorbereiding. En daarin heb ik dus iets van 500 mensen verzameld. En dat wordt iets van 2000 artikelen. En ik hoop dus een soort genoom van het Europese nationalisme in kaart te brengen. Dat is wat ik ermee doe. En ik ben er dolblij mee. Ik kan zelf beslissen wanneer en waar en hoe ik het uitgeef. Ik hoef niet door hoepels te springen. En om die reden is ook mijn onderzoekinstituut het... Study Platform on Interlocking Nationalisms, opnieuw een afkorting, de spin van Spinoza, want zonder oom Spinoza had ik het nooit kunnen doen. Geweldig. Nou, daar zien we naar uit. Eerst het verhaal over de 19e eeuw, de uitvinder van de nazistaat. Joep Leers. Dankjewel.
Nou, het is een beetje intimiderend om voor u te staan met zoveel technische infrastructuur en zoveel geïnteresseerde mensen die hier hun vrije tijd aan opofferen. Ik hoop dat ik u niet teleurstel en ik hoop dat ik nog te kort, nog te lang ga houden. Het zal een beetje beginnen met oom Joep verteld over vroeger, om u vertrouwd te maken met de materie. En dan wil ik toch een beetje naar een wetenschappelijke theorievorming toewerken en zelfs naar een soort technologie. En die technologische, analytische aspecten zullen nader worden uitgewerkt na de pauze. Door Geert Kessels, met wie ik heel prettig samenwerk, een leuke manier van samenwerking tussen de generaties. Maar hij kan zichzelf wel aan u presenteren. Er bestaat niets internationalers dan het nationalisme. Dat heeft een grote collega van mij, Anne-Marie Thiès uit Parijs, vastgesteld. En dat is eigenlijk belangrijk om te beseffen. Want het is een merkwaardige gedachte. Het nationalisme gaat ervan uit dat je eigen land speciaal is. Dat het een afzonderlijke eigen positie inneemt. En dat het om die reden een natuurlijk recht heeft om niet bij een ander land te horen. Het is een afzonderlijk iets. En elk land vindt dat op dezelfde manier. En de vraag is dus nu, hoe komt het dat elk van die landen zo helemaal zo verkokerd is geraakt en zo verschrikkelijk met zichzelf gepreoccupeerd is geraakt? Waarom gebeurt dat? Waarom, als we het over de muziekgeschiedenis hebben, of over de kunstgeschiedenis, of over de literatuurgeschiedenis, zien we dat overal uitwisseling plaatsvindt, wat tegenwoordig cultuurtransfer heet. De ene componist of schrijver of schilder gaat in de leer bij de andere en modes steken zonder enig probleem grenzen over. Maar als je het hebt over nationale bewegingen, dan krijg je heel vaak de gedachte dat elk land zijn eigen wiel uitvindt. Dat ze allemaal intern in hun samenleving tegen bepaalde identiteitsproblemen aanlopen. Dat gebeurt meestal onder de slagschaduw van de Franse Revolutie. En daar allemaal zelf een antwoord op proberen te verzinnen en dan hun eigen identiteit weten te manifesteren. En dat wordt dan een nationale beweging. De gedachte dat ook nationalisme een internationaal proces zou kunnen zijn, moet je soms eventjes ademen en denken, hoe zou dat dan werken? En ik heb geprobeerd om dat in kaart te brengen, eigenlijk bijna letterlijk. En ik ga u een voorbeeld geven hoe de uitvinders van de natiestaat niet afzonderlijk werkten, elk in hun eigen land, maar eigenlijk als een soort Europese denktank. En hoe dat in zijn werk ging voordat er snelle communicatiemedia waren. We hebben het over een Europa waarin de snelste vorm van communicatie de postduif is, gevolgd door het galopperend paard. Dus het is heel anders dan een telefoongesprek of een Skype-gesprek of een e-mail. Het is een rustig bezadigde tijd van trekschuiten en horretjes. En we denken altijd, het is een beetje duf die 19e eeuw. Hoe kan het dat in heel Europa een soort denktank de natiestaat uitvindt? Die vraag alleen al heeft een zekere vooronderstelling. Ik ga er inderdaad van uit dat de natiestaat een uitvinding is. De natiestaat is niet van alle tijden. Het is niet zoiets als het strand of de bergen. Iets dat er altijd al was, een natuurlijk gegeven. Als je naar de middeleeuwen kijkt en zelfs naar het statensysteem van Europa in de 17e eeuw, dan zijn er staten, maar het zijn geen natiestaten. Het zijn geen staten die hun politieke identiteit ontlenen aan het karakter van het volk. Aan een geïnstrumentaliseerd nationaal zelfbeeld. Ergens rond 1800 verandert dat. Ik geef u één klein voorbeeldje. Een jaar of 15, 20 geleden probeerde Nederland onder Lubbers een aantal Europese commissariaten binnen te krijgen en hoofdkantoren van belangrijke instellingen. En dat liep telkens mis. Wij waren altijd het suffertje van Europa. Niks lukte. En toen kwam Thijs Wultgens, de toenmalige fractievoorzitter van de PvdA, met een gedachte-experiment. Hij zei, kijk, als je nou in Duitsland bent en je bent de landespresident van de deelstaat Beieren of de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen en je wil een mooi hoofdkantoor scoren voor de stad München of Keulen of Düsseldorf, dan stap je als landespresident naar de Duitse bondsregering toe, die zet een grote mond op in Europa en dan krijg je wat je hebben wil. Die mensen zijn sterk. Wij als soeverein land hebben telkens het nakijken. Eigenlijk, als we meer macht willen krijgen in Europa, moeten we onderdeel worden van Duitsland. Dan krijgen we via die hefbomen van de bondsregering veel groter. Nou, het land was te klein. U kunt zich voorstellen dat men dit geen aantrekkelijke gedachte vond. En daaruit bleek iets. Daaruit bleek een vooronderstelling die toen ter tijd bijna nooit werd uitgesproken. De laatste tijd wat meer, maar toen nog eigenlijk verzwegen werd. De voornaamste rol van Nederland was niet zozeer pragmatisch te scoren in de internationale concurrentie. De diepste rol van Nederland was ervoor te zorgen dat wij geen Duitsers worden.
De staat der Nederlanden was nodig om onze Nederlandse identiteit een soort politieke belichaming te geven. De driekleur, de koningin, de gouden koets, het parlement, het was allemaal een objectieve, statelijke manifestatie van een diepgevoeld cultureel Nederlanderschap, een wijgevoel. Dus de staat was er om aan het nationale zelfbeeld een uiting te verschaffen. En dat bleek dankzij die provocerende speldeprik van Wultgens. Dat dat een heel diepgevoelde en diepgewortelde emotie was bij de meeste Nederlandse burgers. De staat is er om de natie te belichamen. Die gedachte komt in de 19e eeuw op. Die zien we in de 17e, 18e eeuw bijna niet. Enkele aarzelende tekenen. Religie, vorst, andere zaken zijn veel belangrijker. Nationaliteit wordt de troefkaart in de 19e eeuw. En hoe komt dat dan? Waarom is het er eerst niet en dan wel? En daar zijn een aantal antwoorden op. Eén bekend antwoord is de opkomende middenklasse. Ik vind dat een beetje lastiger. Dat is zo'n soort wit scrabble dingetje. Daar kun je overal op inzetten. Die middenklasse, die burgerij, komt ergens op in 1600. Die is in 1900 nog altijd aan het opkomen. En als je iets moet verklaren, historisch, zeg je, oh, het was de burgerij die opkwam. En dan zegt iedereen, oh ja, dat zal het wel wezen. Ik vind dat een beetje te gemakkelijk. Ik wil het wat specifieker hebben. En dan zit ik dus in dat rare ding. Wat drijft dat nu aan? Die opkomende middenklasse, dat kan het niet geweest zijn. Het feit dat het er altijd al geweest was, dat kan het ook niet geweest zijn. Er waren, dames en heren, uitvinders. Er waren intellectuelen die de gedachten van de natiestaat geconcipieerd hebben, verbreid hebben, tot een succes gemaakt hebben. En die uitvinders, die wil ik in kaart brengen. Dat lijkt een beetje op een complottheorie. En daarom dat ik eerst maar met zo'n plaatje begonnen ben van een soort complot. Een smoky backroom, zoals dat heet. Ik wil u meenemen naar een stamtisch, waar een aantal intellectuelen om de tafel zitten. Dit is in een herberg in Wenen in 1819, dus het is een romantisch verhaaltje. Een sombere, regenachtige avond. Wij spoeden ons door de druipende steegjes, treden de herberg De Witte Wolf binnen en daar zitten een aantal mensen rondom de stamtisch. Het plaatje is trouwens, heb ik maar ergens van het internet geplukt, er waren geen plaatjes van De Witte Wolf, is ondertussen verdwenen. Maar we weten dat het bestaan heeft. En de man die daar een stamtisch had, met regelmatige samenkomst, was een Sloveen. Zijn naam was Jernej Kopitar. Hij kwam uit Ljubljana en was bibliothecaris aan de Weense Hofbibliotheek. En hij had de rol van censor. Hij moest de censuur uitoefenen over alle publicaties in het Habsburgse Rijk die niet in het Duits waren geschreven. Dus in het Hongaars, in het Roemeens, in het Servisch, noem maar op. Dat moest allemaal langs de heer Kopitar. Hij was een geweldige veelweter. En hij, hij was een spin in het web. En hij kende alle minderheidsculturen van het Habsburgse Rijk tussen 1810 en zo'n beetje 1830, 1835. En aan zijn stamtisch verzamelde hij de intellectuelen uit het Habsburgse Rijk. Ze kwamen uit Tsjechië, ze kwamen uit Roemenië. Ze kwamen onder andere ook soms uit Duitsland, zoals de historicus Ranke. En veel van de mensen die hun cultuur in Centraal-Europa, in de romantiek, in de 19e eeuw, op de kaart hebben gezet, hebben een netwerk gevormd, een conctie, een denktank, een clubje, door hun samenkomst in die herberg De Witte Wolf. Een mooi verslag daarvan is gegeven door de heer Hofman van Fallersleben. Ik zal een beetje meer over hem vertellen vanavond, want hij is ook zo'n spin in het web, alleen hij heeft veel meer reizen gemaakt. Kopitar is zijn hele leven lang zo'n beetje in Wenen gebleven. Hofman was een zwerver. En hij was op een bepaalde avond, herhaaldelijk eigenlijk, in Wenen en ging aan die stamtisch zitten en hij vond dat geweldig. Want ook hij was doordrongen van het romantische ideaal van het feit dat de naties, de volkeren, allemaal hun eigen cultuur hebben en dat die culturen het verdienen om aan bod te komen in de publieke sfeer. Niet zomaar als boerentaaltje achteraf op de dorpen gesproken te worden, maar dat men de volksverhalen moest opschrijven, dat men de talen moest opschrijven, dat men woordenboeken moest maken, dat men die culturen op de kaart diende te zetten. Dat was het ideaal van Kopitar, het was het ideaal van zijn disgenoten in De Witte Wolf, het was ook het ideaal van Hofman. Hij wijde er een gedichtje aan
Hij zag de stamtisch als een soort Parnassus, waar alle intellectuelen samenkwamen. En hij sprak Kopitar op diens verjaardag in lovende woorden toe. Zijn naam is wijd en zijt geëerd en leeft in aller mond, zolang trouw en waarheid hoog in het vaandel staat van Laibach, dat is Ljubljana, tot aan de Sond. Dus helemaal in Slovenië tot aan Denemarken. En meest graag gezien is hij onder de gasten van de Witte Wolf. En dan gaat het nog een beetje verder. Het is waarschijnlijk zo'n hoera-lied van, u kent het wel bij feesten en partijen, dan wordt de feesteling toegezongen op de wijs van In Holland staat een huis of zo. Zo moeten we ongeveer dit vrolijke liedje van Hofman zien. Deze Hofman was ook in zijn reizen in Leiden geweest. En in Leiden viel die heel raar. Het soort kledij waar hij in ging, met die rare bakkenbaden en die baret, dat werd in het wat stijve universiteitsstadje anno 1920 toch mal gevonden. En hij beschrijft ook een beetje bevreemd in zijn dagboek dat de straatkinderen hem achterna schreeuwen, mof, mof, en hij weet niet wat dat betekent. En het klikt niet helemaal tussen Hofman en Leiden. Hij is ook op een soireetje en hij is als romanticus sterk geïnteresseerd in de Nederlandse volkscultuur. Hij heeft onder andere in een oud manuscript het oude lied Het waren twee koningskinderen opgespoord. Dat was vergeten geweest, maar hij heeft het ontdekt. En hij zingt dat aan de dames van het avondje toe in een zwaar Prins Bernhard accent, in een Duits accent. En die dames vinden dat toch maar heel raar, die malle Duitser die daar zo'n beetje dweperig met visogen zitten. Het waren, zij konden bij ander niet komen, het water was veel te diep. Dat werd niks met Hofman en Leiden. Het burgerlijke Nederland en de romantische Duitser, daar kloofde iets tussen. Niettemin is hij enorm belangrijk geweest. Om eventjes uit te leggen wat hij voor een figuur was. De manier waarop hij gekleed ging, dat was op zich al een politiek manifest. Hij droeg wat toen bekend was als de oud-Duitse dracht. Daarin gaf hij al aan dat hij zichzelf vond thuishoren in zijn Duitse cultuur. Die oud-Duitse dracht was door kleermakers gekopieerd van schilderijen van Dürer. Want ten tijde van Dürer vond men waren de Duitse mannen op hun mooist. En toen waren ze ook het best gekleed. Dus hij heeft een nauwsluitend wambuis aan en hij heeft lange haren en hij heeft een brede kraag die een beetje open staat. En hij kijkt een beetje zwemelend de diepte in. En hij heeft ook een baret. Dus op allerhande manieren zien we een soort dracht die probeert anders te zijn dan de standaard Franse dracht die toen de heersende mode was, met kuitbroekje enzovoorts. Zoals de Beatles en de hippies in de jaren 60 laat hij in zijn uiterlijk al zien dat hij van een nieuwe generatie is en een nieuw wereldbeeld heeft. En daar hoort ook het feit bij dat hij een wandelstok draagt en een soort kalebas aan een touwtje om zijn lijf draagt. Dat is een soort drinkfles. Hij is een zwerfstudent. Hij is een wanderstudent. Hij maakt lange voetreizen door Europa en wil overal het volk leren kennen. En hij is dus een typische romantische pose. Zulk een romanticus te zijn was in deze jaren een politieke daad. En wat ik dus bij elkaar wil brengen, eerst en vooral, is de gedachte van een politieke romantiek. Om aan te geven dat het ontstaan van de nazistaat iets te maken heeft met het opkomst van de romantische generatie waar Hofman een vertegenwoordiger van was. Veel van Hofmans generatiegenoten, zijn engste vrienden, waren bijvoorbeeld betrokken bij een studentenbeweging, een soort maagdenhuisbezetting zou je kunnen zeggen, maar dan in 1817, waarin Duitse studentenclubs bijeenkwamen op de Wartburg om het eeuwfeest van Luthers Bijbelvertaling te vieren. Dat was 1517 geweest, nu was het 1817. En bovendien de verjaardag van de slag van Leipzig toen de Napoleontische macht over Duitsland was gebroken. Dat waren allemaal idealisten en enthousiastelingen in de geest van Hofman. Ook heel veel van hen waren gekleed in deze oud-Duitse dracht. En zij vierden de vrijheid en de authenticiteit van de Duitse cultuur, die zich nu aan het Franse juk had ontworsteld en die de Lutherse, Duitse, Dürer-achtige traditie weer kon oppikken en in het cultiveren van de eigen Duitse zelfbeelden. Hier is iets mis aan het gaan met mijn microfoontje. Ik zal een beetje harder spreken. In het cultiveren van wat men typisch Duits vond, een vervulling vond van de eigen cultuur en van de eigen identiteit. Hem gebruiken, ja. Dat feest dat is uitgelopen op een rel. Dat begon als een vrolijk cultureel manifestatietje. Maar zoals het wel vaker gebeurde in die
in die Leipzigfeesten en in die Lutherfeesten van die jaren. U weet, de verjaardag van Luther en de slag van Leipzig. We hebben het dan over de tweede helft van oktober. Dat is dus herfst, de dagen worden korter. Vaak wordt er dan 's avonds een vreugdevuur ontstoken. En in dat vreugdevuur begonnen de wat fanatiekere studenten dingen te verbranden. Dingen waar ze een hekel aan hadden, omdat ze een vervreemding vormden van hun eigen Duitse cultuur. En wat er verbrand wordt, is onder andere een korset. Net zoals feministen in de jaren 1970 hun BH verbranden als onderdeel van een soort dwangbuis waarin vrouwen werden vastgehouden. Zo vond men ook het korset onderdeel van een Franse dracht en werd dat als een cultureel een symbolisch dwangbuis verbrand. Pruiken werden verbrand, men wilde dus zelf die lange romantische haren hebben. En wat er ook werd verbrand waren Franse boeken die bijvoorbeeld zeiden dat de grondwet van Napoleon het beste rechtssysteem was voor Europa. En men zei nee, we moeten van die Franse wetten niks hebben, in het vuur met die hap. En daaruit komt een tamelijk harde, onprettige nationalistische beweging naar voren. Nou, ook Hofmann bevindt zich in de ambiance van dit soort hard politiek nationalisme. De stap van lange haren naar boeken verbranden is niet zo groot als het zou lijken. En we zien dezezelfde jonge man enkele decennia later als geopolitiek dichter een heimweeliedje naar zijn Duitse vaderland dichten dat naderhand een berucht Duits volkslied is geworden. Deutschland, Deutschland über alles. Ik zou daar lang op door kunnen gaan, dus een complex lied. De verhouding tussen het eerste en derde couplet, daar is veel over te zeggen. Maar het lied is in de 100 jaar daarop in heel Europa grondig impopulair geworden. Omdat het een triomfalistisch Duits zelfbeeld in de kijker zet. En bovendien aan het Duitsland dat Hofmann lief heeft boven alles, een erg ruim aardrijkskundig jasje geeft. Dat Duitsland dat strekt zich uit van de Maas tot aan de Memel en van de Etsch tot aan de Belt. Nou, de Maas, dat is al zoiets. Dat betekent eigenlijk dat Hofmann een grondgebied opeist dat ergens van Luik tot Rotterdam loopt. En dat moeten wij toch met gemengde gevoelens aanhoren als wij daarover. Dat werpt ook een iets wat ander licht op zijn bezoek aan Leiden in 1820. Denk je, wat kwam die hier eigenlijk uitspoken, die man? En de Memel, dat is heel ver in het oosten, dat is bij Königsberg, dat is in Jemen, dat is helemaal het uiterste Oost-Pruisen. En de Etsch, dat is de ADJ. Dus hij zit dan helemaal in Zuid-Tirol. De ADJ vloeit ergens in de Po-vlakte uit in de Adriatische Zee. Dus hij gaat lekker ver naar het zuiden. En de Belt, daarmee snijdt hij eigenlijk heel Schleswig-Holstein en het zuidelijk gedeelte van Denemarken. Dus er is een sterk expansionistisch jasje voor dit Duitsland. Dat was het werkgebied van onze romantische politicus. Hij reisde inderdaad door dit hele Duitse gebied van Centraal-Europa heen. En als hij dus zegt in zijn verjaardagsliedje voor Kopitar, uw naam wordt gehoord van Ljubljana tot aan de Sond, dan beseffen we dat hij weer in dezelfde jojo-termen van het hele uiterste Adriatische zuidpuntje naar de alleruiterste Scandinavische noordgrenzen van een Germaanse cultuursfeer kan denken. Daarbij hoort dan ook dat hij van Silesië tot in Nederland geprobeerd volkscultuur in kaart te brengen die hij als de zijne ervaart. En hij is dus heel vaak in de Lage Landen. Hij reist her en der naar Wenen, naar de platduits sprekende gebieden van Mecklenburg en Pommeren en ook naar Holland en Vlaanderen. En daar komt hij dus dingen tegen zoals het waren twee koningskinderen. Hij is ook een enorm goede speurneus geweest. En daarbij kom ik aan het derde hoekje van de driehoek. Ik heb om te beginnen zijn politiek en zijn romantisch dichterschap naast elkaar gezet. Hè. Dus zijn flodderbaret en zijn hoogdravende verzen enerzijds en zijn harde politieke nationalisme anderzijds. Hij was ook een hele goede wetenschapper. Waarom was hij in Wenen? Waarom was hij bij de hofbibliothecaris en censor Kopitar? Omdat hij de bibliotheek aan het doorzoeken was. Hij was op zoek naar oude manuscripten. Dat heeft hij zijn leven lang gedaan en hij heeft heel veel ontdekt. Hij is ook hoogleraar geworden tot hij een politiek ontslag aan zijn broek kreeg in de jaren 1840. De belangrijke middeleeuwse teksten die hij heeft opgeduikeld, dat waren oud-Duitse fragmenten zoals Otfried, een plat-Duitse versie van Reineke Vos. Maar heel veel zaken die wij nu eigenlijk het begin van de Nederlandse letterkunde vinden. Het is opmerkelijk als je kijkt naar de eerste edities van middeleeuwse Nederlandse teksten, dat ze allemaal in Breslau zijn gepubliceerd met een Duits voorwoord en een tekstbezorging door de heer Hofmann von Fallersleben.
Dus alle kroonjuwelen van de middeleeuwse Nederlandse letterkunde die nu vooraan in onze Knuvelder literatuurgeschiedenissen staan, die hebben we allemaal aan deze Deutschland über allesman te danken en zijn allemaal in Breslau gepubliceerd. Daarmee wordt misschien al aangeduid dat nationale cultuur niet zo landspecifiek was toen ter tijd als vandaag de dag. De reizende Hofman maakt op zijn reizen heel wat mee en brengt heel veel landen en gebieden samen ook in zijn eigen werk. Het is Hofman die voor de eerste keer Karel en de Edelgast editeert. Het is Hofman die voor de eerste keer Floris en de Blanche Vloer editeert. Reinoud van Montalbaan. En ook het Antwerps liederenboek, de Sauterliedekens, dat hebben we allemaal aan deze Duitser te danken. Die publicaties zijn uit de jaren 1830. En op dat moment heeft Hofman zijn werkterrein verlegd van Leiden, waar hij echt niet aan de bak kwam, naar Gent, naar Vlaanderen. En in één en hetzelfde jaar zien wij hem van Wenen naar Gent reizen, want hij heeft opeens in Wenen, als een soort Indiana Jones verhaal, opgepikt dat een verloren manuscript, waarvan men in de 17e eeuw nog wist waar het bestond, dat misschien dat in de buurt van Gent te vinden is. En hij gaat er onmiddellijk heen. En hij gebruikt daarvoor een contact met een in Vlaanderen actief filoloog. Die ziet er niet zo flamboyant uit. Hij heeft geen baret. Hij lijkt een beetje op meneer Pickwick uit de Pickwick Papers. Dus een soort kamergeleerde. Maar ondertussen heeft deze Jan Frans Willems wel de eerste echte goede editie gemaakt van de Nederlandse Reinhard de Vos. En dat vindt Hofman, die een Duitse Reinke de Vos geëditeerd heeft, interessant. Hij schrijft aan Willems in Gent en zegt: ik ben naar een manuscript op zoek en volgens mij kunnen wij dat samen vinden in de buurt van Gent. En hij gebruikt een absoluut revolutionair transportmiddel. Dat wordt net in dit jaar aangelegd. Hij moet zo'n beetje de allereerste passagier zijn geweest van de nieuwe spoorlijn die België aanlegt van Leuven naar Gent. Het is nu niet helemaal af. Sommige gedeeltes moet hij per koets doen. Maar dit is futuristisch. Het is alsof we met een space shuttle zouden reizen. Het is de allernieuwste vorm van vervoer. En ik vind eigenlijk daar iets symbolisch in liggen dat deze man die zo geïnteresseerd is in de oude wortels van het verleden, op zoek is naar middeleeuwse oude verhalen, daarvoor de allernieuwste technologieën gebruikt. Je ziet dat veel in de 19e eeuw, dat men gebruik maakt van de industriële revolutie, van de technologische vernieuwingen, van alle mogelijkheden die de moderne tijd biedt. En dat doet uitgerekend om terug te keren naar het verleden en de roots van je eigen natie en van je eigen culturen op te zoeken. Een hele slimme manier van werken. Hij komt in Gent aan en inderdaad, zijn speurneus bedriegt hem niet. Samen met Willems gaan ze na waar dit verloren manuscript zich zou kunnen bevinden. Het was in een kloosterbibliotheek in de buurt van Gent. Het blijkt in de Franse revolutie te zijn overgeplaatst naar de gemeentebibliotheek van Valenciennes, net over de grens in Frankrijk. Ze gaan erheen en jawel, ze vinden hem. Dus het is echt een succesverhaal. En reeds 3 maanden later wordt de editie van dit manuscript uitgegeven. Dat is snel werken. Dat is sneller dan de meeste filologen aan de Nederlandse geesteswetenschappelijke faculteiten doen. Wij zijn blij dat we dat binnen 5 of 6 jaar afkrijgen. Dit heet de haastige filologie. En binnen 3 maanden na de ontdekking van het manuscript was er al een gedrukte versie op de markt. Het was inderdaad uit een abdij die in de Franse revolutie ontmanteld was. En Hofmans instinct had hem niet bedrogen. Er gebeurde echter in het kielzog van dit Indiana Jones verhaal, een jacht naar een verloren schat, naar een verloren geraakt manuscript, nog iets anders. Hofman had in Wenen aan die stammtisch van Kopitar kennis gemaakt met het Centraal-Europese romantische nationalisme. Mensen als Palatsky, Karadzic, Tchaikovsky, allemaal namen uit Centraal-Europa, waar naar de hand ook mensen als Ljulevic Tour uit vandaan komen, die zijn op dat moment bezig hun identiteit, vaak een Slavische, te positioneren in het Habsburgse, Duitsstalige, Hongaarse systeem. Daar wordt aan nationale identiteitspolitiek gedaan. Daar is men sterk bezig met het panslavisme en het programma dat de Slavische volkeren hun eigen politieke rechten moeten halen onder de Habsburgse kroon. Daarover wordt heftig gepraat in de herberg De Witte Wolf. En dat neemt Hofman mee naar Gent.
Willems neemt hem mee naar een aardig Gents genootschap dat de leuke naam draagt De Taal is Gans het Volk. Men is daar gewoon als in een soort herensociëteit een beetje over cultuur en geschiedenis te praten. En daar komt Hofman met zijn gedichten en zijn romantiek en hij zet de zaak in vuur en vlam. En eigenlijk kunnen we vanaf dat moment gaan dateren hoe de Nederlandstalige intellectuelen en filologen van Gent en omstreken steeds feller worden in de verdediging van hun Nederlandse Vlaamse taal in het Franstalige België. De situatie van de Slavische volkeren in Oostenrijk wordt eigenlijk overgeplant op de situatie van de Vlamingen in België. En wie de geschiedenis van de Vlaamse beweging schrijft, een van de belangrijke nationale bewegingen in Europa, zal rekening moeten houden met het feit dat er eigenlijk een soort virus is overgedragen van Wenen naar Gent. En dat in die reis van Hofman van Wenen naar Gent iets meer in het spel was dan alleen maar de jacht op een middeleeuws manuscript. We kunnen eigenlijk zeggen dat we in de reizen van Hofman zien dat het nationalisme een soort virale epidemische karakter krijgt. Hij draagt het over van de ene context naar de andere. Hofman is een netwerker. Hij is een doorgeefluik. Hij verbindt van alles met elkaar. Hij verbindt landen met elkaar. In Wenen komt hij een stamtisch tegen waar Slovenen en Tsjechen en Slowaken en Serviërs en Kroaten samen zitten. Die sfeer neemt hij met zijn Duitse romantiek van het Wartburgfeest mee naar Gent. En daar komt hij in een Vlaamse context terecht. Dus eigenlijk is hij een wandelende cultuurtransfer, zoals dat heet, van een Centraal-Europese naar een West-Europese situatie. Hij brengt mensen met elkaar in contact en die mensen hebben onderling ook weer hun eigen netwerken. De stamtisch van Kopitar, de vereniging De Taal is Gans het Volk rondom Willems in Gent, die krijgen in de persoon van Hofman een soort trait d'union. En wat hij ook doet is, hij brengt verschillende culturele velden met elkaar in contact. En daarmee bedoel ik eigenlijk media, uitingsvormen, dingen die je doet als culturele performance. Hij is een patriotisch dichter. We hebben zijn Deutschlandlied gezien. Hij is een filoloog. We hebben zijn tekstedities gezien. Hij zal het taalactivisme in Gent aanzwengelen. Hij zegt bijvoorbeeld tegen de mensen in Gent: ik heb in jullie Belgische trein gezeten. Die ging van Leuven naar Gent. En alle stations werden aangekondigd in het Frans. Waarom is dat eigenlijk? En dan beginnen ze zich in Gent achter de oren te krabben en zeggen: ja, waarom is dat eigenlijk? En dan wordt er iets wakker in Gent. Daar hadden ze voordien nog niet zo bij stilgestaan. Hij verzamelt volksliederen zoals de Koningskinderen en het Antwerpse liedboek en de Souterliedekens. En het idee van nationale klederdrachten, dat draagt hij ook uit in Europa. Dus al die dingen die nu eigenlijk in verschillende academische vakken en gebieden thuishoren, die zijn in deze ene persoon met elkaar verenigd. Die velden, die waren op dat moment in heel Europa aan het fermenteren. Ik heb hier iets, dit is letterlijk een omgevallen kaartenbak. Ik heb gewoon eventjes een snelle screendump gedaan uit een kaartenbak die ik onder andere met Spinoza geld aan het verzamelen ben. Dit zijn zomaar een greep uit wat patriotische en nationale teksten die verschijnen tussen 1820 en 1824. Dat gebeurt in het Tsjechisch, het Grieks, het Italiaans, het Litouws, het Deens, het Engels, het Hongaars, het Fries, het Duits, het Pools. Moet ik nog meer? Overal in Europa is men bezig met patriotische liederen en historische romans. Dit is zomaar een greep van tekstedities. Lohengrin tot de Hartman van der Ouwe zien we tekstedities in het Italiaans, het Engels, het Frans, het Grieks, het Iers, het Servisch, noem maar op. Dus overal in Europa worden oude teksten uit bibliotheken opgeduikeld en geëditeerd. Dus wat Hofman deed, deed iedereen in Europa. Overal worden taalbeschrijvingen van rare kleine talen op de markt gebracht. Het Grieks, het Tsjechisch, het Welsh, het Duits, het Catalaans, het Iers, het Nederlands, het Kroatisch, het Roem, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Overal worden vreemde kleine talen in kaart gebracht, krijgen ze woordenboeken, grammatica's en handleidingen hoe je die taal moet bestuderen. En overal in Europa worden volksliederen uit de volksmond opgetekend of sprookjes. Dat begint met de sprookjes van Grimm. En we zien dat gebeuren in Estland, in Frankrijk, in Servië, in Zweden, in Wales, in Denemarken, in de Oekraïne, in Bulgarije, in de Faroeën en noem maar op. En allemaal in diezelfde jaren. En dat is een groot raadsel. Hoe komt het dat iedereen in deze jaren allemaal de kolder in de kop krijgt en allemaal dingen doet die Hofman van Fallersleben in zijn persoon verenigt? Wat is het dat in zulk uiteenlopende landen als Slovenië en Vlaanderen, IJsland en Bulgarije, Estland en Schotland en Catalonië,
iedereen hetzelfde aan het doen is. Het is niet zo alsof overal in die landen een middenklasse aan het opkomen was. In Estland was er nog lijfeigenschap, terwijl Wallonië en Schotland en Baskeland al volop aan het industrialiseren waren. De politieke systemen waren verschillend, de sociale systemen waren verschillend. Niettemin zien we dat in dezelfde jaren heel Europa met dezelfde culturele activiteiten bezig zijn. En al die activiteiten brengen met elkaar in verband cultuur, politiek en wetenschap. En de resultante van die drie activiteiten is wat ik het romantisch nationalisme in Europa noem. De grote vraag is nu waarom dat zo gelijktijdig gebeurt. En wat was de rol van die uitvinders, die Hofmann von Fallersleben's en soortgelijke figuren? In de laatste 5 minuten van mijn praatje wil ik proberen een iets analytischer en abstracter idee te geven hoe ik denk dat Hofmann de boel aan het rollen heeft gebracht en mensen zoals Hofmann. Europa was op cultureel gebied iets wat wij een complex systeem kunnen noemen. En in een complex systeem kunnen zich interessante processen afspelen. Hele plotselinge tipping points, zoals dat heet. Plotselinge paradigmawisselingen, verschuiving. Dat zijn dure woorden, dat zijn technische woorden, maar ik wil kijken of we iets nader in kaart kunnen brengen wat dat betekent. Wat is om te beginnen een systeem? En wat maakt een systeem complex en wat is nou het merkwaardige van complexe systemen? Een simpel systeem is een verzameling van onderdelen, dat zijn die 4 lettertjes O die daar staan. En die onderdelen zitten onderling in een structureel verband van onderlinge verhoudingen. Dus het zijn elementen in een structuur. En die verzameling van gestructureerde elementen, die verwerkt input tot output. Dit klinkt verschrikkelijk technisch, maar het voorbeeld dat ik u kan geven is een weegschaal. Je hebt een aantal tandwieletjes en veertjes en een schaaltje. En als je er een zak meel op legt, dan gaat er een wijzertje om. Die zak meel is de input. Die onderdelen doen iets daarmee en de output is, dit is 750 gram. Je kunt aflezen op het wijzertje hoe zwaar het is. Of een thermometer. Er is een buisje met kwik of iets anders. Dat zijn al die dingen in dat doosje. Daar komt warmte in, dat is de input. En door die thermometer komt er iets uit. Dat is een schaalverdeling waarin zegt, de temperatuur bedraagt 37 graden. Een systeem zijn onderdelen in een gestructureerd verband die input in output vertalen. Stel je zich nu eens voor dat een thermometer verandert in een thermostaat. Dan gebeurt er iets met de output. In de kamer is de temperatuur 21 graden. En we hebben afgesproken door een schakelaartje bij 21 graden de verwarming wordt uitgezet. Dan betekent het dat de temperatuur een signaal geeft aan de verwarmingsketel. Hij kan nu wel uit, het is warm genoeg. De output, de temperatuur, wordt opnieuw tot input en doet iets met de warmteverstrekking. En op die manier krijgen we wat dan heet een feedback loop van de output wordt input gemaakt. En dat maakt het systeem al iets interessanter. Heel complexe systemen doen dit op talrijke manieren en hebben talrijke subonderwerpen. En dat noemen wij complexe systemen. Waar zich heel veel processen tussen de onderdelen afspelen en heel veel vormen van output weer terug worden gevoed in het systeem als input. Het meest complexe systeem dat u zich makkelijk kunt voorstellen is het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam doet verschrikkelijk complexe dingen op moleculair niveau. Het doet heel erg complexe dingen op het niveau van de cel, die uit organellen bestaat. Het doet heel erg complexe dingen op het niveau van de organen, die uit cellen bestaan. En op het niveau van het organisme dat uit organen bestaat. En tussen al die niveaus spelen zich processen af. Wat gebeurt er als er voedsel inkomt, of als er slaap nodig is, of als je gewond raakt, of als er bloed moet gaan stollen. En in al dat soort gevallen krijg je allerhande complexe processen tussen input en output. Bij een heel complex systeem zien we dan ook een mogelijkheid tot zelfrepareren, zoals het lichaam dat doet. En de cultuur in Europa wordt wel gezien als een complex systeem en daar worden lastige begrippen op losgelaten zoals autopoiesis en de mogelijkheid tot zelfregulering. Het heeft te maken met processen van kanonisering, wat raakt er in de mode, wat raakt er uit de mode, welke auteurs wonen waar, wie wordt hoe bediend. En dat gebeurt onder andere door talrijke processen van communicatie tussen de onderdelen van het systeem. Wel nu. Wat wij zien rond 1800, 1820, is dat de onderlinge vervlechting van de onderdelen van het literaire systeem in Europa een enorme dichtheid bereiken.
Men gaat corresponderen. Hofman vanuit Breslau gaat naar Wenen en weet dan dat er in Gent iets wordt ontdekt. En hij kan met de trein heel snel naar Gent toe om dat ding te ontdekken. Dat was 100 jaar van tevoren nog niet mogelijk geweest. Er is een hele grote dichtheid en onderlinge verwevenheid van al die mensen die elkaar brieven schrijven, die met elkaar nieuwtjes uitwisselen, die met elkaar aan een stamtisch zitten. En die dichtheid die laat iets broeien. En als een systeem heel dicht verweven is, dan kan er opeens iets heel abrupts omslaan. Dat heet dan een tipping point. In de systeemanalyse heet het ook wel een cascading event. Een soort lawine die wordt uitgelokt, een één dominosteentje dat omvalt en dan de hele rest van het dominospel omgooit. Denkt u aan de Nederlandse spoorwegen in de winter. Ergens valt sneeuw of is er een wissel kapot en de hele boel ligt plat. Een ander voorbeeld, het elektriciteitsnetwerk in Noord-Amerika. Om onnaspeurbare redenen valt dat soms om. Dan gaat heel Amerika op uit. Dan is er één klein steentje dat een lawine uitlokt. En ook in de cultuur zie je soms rages en modes. Pokémon op het schoolplein of de huidige rage van 50 Shades of Grey zijn van die dingen waarvan iedereen, hoe komt dit opeens dat iedereen... En dan krijg je van die dingen dat een heel systeem abrupt nieuwe dingen gaat doen. En in mijn analyse is dat wat er gebeurt als de nazistaat wordt uitgevonden. Wat iemand als Hofman von Fallersleben en andere mensen doen, is in een zeer eng, complex, verweven systeem van dichte communicatie iets aan het rollen brengen dat heel veel mensen een andere kijk op de zaak geeft. Hofman is in staat om in een samenleving waarin galopperende paarden en misschien de allereerste stoomtreinen de snelste vormen van communicatie zijn, dankzij een soort netwerk van zwaan kleeft aan en ons kent ons en het doorgeven van communicatie, opeens processen en interesses in gang te brengen waarbij iedereen gezegd, dat zijn wij. Wat in Wenen gebeurt is hetzelfde als wat in Gent gebeurt en als er in Duitsland sprookjes moeten worden verzameld, dan laten wij dat dan vooral ook doen op Sicilië en in Noorwegen. De mode slaat heel erg over. Om dat in kaart te brengen, moeten we bepalen hoe dicht het netwerk verweven is. Hoe eng hoort dit wereldje bij elkaar van die stamtischen en die metastamtischen die allemaal met elkaar in verband worden gebracht. Daar hebben we in de laatste jaren een netwerkanalyse op losgelaten die voornamelijk aan de hand van brievenwisselingen geldt. En daar zal na de pauze Geert Kessels meer over praten. Maar ik hoop daarmee een theorie te hebben aangereikt hoe het komt dat uitgerekend in die eerste decennia van de 19e eeuw, in dat sterk communicerende romantische Europa, opeens iets verandert waarvan wij nog steeds de politieke gevolgen ondervinden. Dank u wel. Geweldig, Joep Leersen. Het is ook prachtig hoe dan één Duitse dandy zorgt voor onze vaderlandse gevoelens. Hè? Hoe zoiets dan gaat in deze systeem. Nou, dat is mijn mening. We willen graag ook die van u weten. Wat vindt u hier nou van dit alles? Voordat u ging zitten, vond u de nodige papieren spam. Reclame over komende shows, dat soort dingen. Maar er zit ook een klein formuliertje bij dat ziet eruit als een e-mail. Oftewel een p-mail. Vul daarin uw naam en dat soort dingen, maar vooral ook uw mening. U kunt een vraag hebben, een eigen theorie, een opmerking, dat soort dingen. Vinden we leuk, we zijn ook met heel veel mensen. Dus die dingen gaan we straks analyseren. We krijgen hier straks het wetenschappelijk comité. Er zullen ook wat mensen met mandjes uw meningen verzamelen. En die gaan we dan na de pauze, als Geert Hessels heeft gesproken, nog met u bespreken. Dus we hebben nu even pauze en we zijn erg benieuwd wat u hiervan vindt. Tot zo. Bij deel 2 van onze avond over de nazistaat met imagologie. Nou, Joep die zei het al in de eerste helft. Hè. Spin, dat is heel interessant dat ze die oude documenten in databases stoppen. En daar kunnen leuke dingen mee doen. En zoals altijd bij Spinoza de Paard hebben we dan altijd eerst de grote hoogleraar met het grote verhaal. En dan na de pauze een jonge onderzoeker die daar iets binnen doet. En dit is ook wel een hele leuke jonge onderzoeker, want hij is niet alleen van de letteren. Hè. Hij studeerde eerst geschiedenis. De Radboud Universiteit, later ook filosofie in Amsterdam. Maar in zijn loopbaan daaraan voorafgaand heeft hij heel veel websites ontwikkeld. Het is eigenlijk ook een beetje een computer nerd.
Dat vind ik altijd leuke mensen, computernerds. Dus die gaat nu laten zien wat je allemaal kunt met dit soort data. Dus, dames en heren, hartelijk applaus voor Geert Kessels. Dank u wel, dank u wel. Ik als student ben in contact gekomen met Joep en heb een aantal opdrachten bij hem gedaan als student. En kwam toen erachter dat hij erg geïnteresseerd was in het in kaart brengen van netwerken. En hij kwam toen bij mij met de vraag, ik heb hier dit netwerk wat hij voor de pauze uit de doeken heeft gedaan. En op wat voor manier kunnen we daar een... Dat toonbaar maken, daarmee omgaan, dat we dat in kaart kunnen brengen en kunnen analyseren. Ik ben er toen mee aan de slag gegaan en heb geprobeerd op een aantal manieren om daar een vinger op te kunnen leggen. Ik ben in eerste instantie begonnen met het gebruik van vrij standaard sociologische methodes. Ik zal eerst daar kort wat over zeggen, over hoe we dat geprobeerd hebben en wat voor... Ja, onbevredigende resultaten dat eigenlijk opleverde. Daarna zal ik wat vertellen over wat we dan hebben gedaan. We hebben een eigen nieuw systeem gebouwd. En tot slot zal ik dat systeem laten zien, hoe dat op dit moment werkt. En ook al een klein aantal voorbeeldjes geven van ideeën waar we nu mee spelen. En die we in de toekomst graag verder willen ontwikkelen. Zoals ik al zei, ik ben begonnen met... Met te oriënteren op ja, de klassieke social network analysis. Dan krijg je dit soort visualisaties. Het in kaart brengen van een netwerk met een centraliteit, perifere contacten. En hoe de dynamiek in zo'n netwerk functioneert. Maar gaandeweg dat proces kwamen we erachter dat dat voor ons eigenlijk geen adequaat middel is voor het onderzoek dat we eigenlijk aan het doen zijn. Omdat het bij ons juist gaat over de context waarin dit netwerk functioneert. En dan is het voornamelijk de geografische context en de chronologische context. Die zijn voor ons ontzettend belangrijk, omdat we aan de hand van die contexten ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. Kunnen aantonen hoe netwerken van mensen zich ontwikkelen. Hoe focuspunten in de interessegebieden van mensen, van die personen waar Joep het voor de pauze over had, hoe die zich veranderen, hoe mensen verschillende interesses hebben door hun leven heen. Maar ook hoe zij door die verschillende netwerken die zij onderhouden, verschillende beïnvloedingspatronen initiëren. En dan aan de tafel kunnen we dus onze vinger leggen op die cascading networks waar we het over gehad hebben, dat je één iemand in een netwerk kan signaleren en dat je die persoon aan de hand van de contacten die hij of zij heeft kan laten zien waar die invloed van die persoon dan terechtkomt. Ik heb dat in eerste instantie gedaan aan de hand van Ludovic Stoer. Hij werd al genoemd voor de pauze. U kunt hem kennen van de codificatie van de Slovaakse taal. Daar is hij heel belangrijk in geweest. Hij heeft als eerste Slovaak de codificatie door de katholieken werd gebruikt en de codificatie door de protestanten werd gebruikt, verenigd in één taal voor alle Slovaken. Hij schreef ook patriotische gedichten. Hij is de oprichter van de eerste Slovaakse talige krant. En hij was ook een echte participerende strijder. Hij heeft ook een vrijwilligersleger aangevoerd tijdens de opstand van 1848. Ik had deze lijst nog 3 slides door kunnen laten gaan, want hij was ook schrijver, parlementariër, journalist. Hij heeft het onderwijswezen in Slowakije hervormd. En daarnaast was hij ook nog priester, Luthers priester. Dus was een heel veelzijdig persoon, met ook een heel groot netwerk. En dat niet alleen, maar hij heeft ook veel gereisd in zijn leven. Althans, hij heeft gestudeerd in Halle, in de jaren, eind jaren 30 van de 19e eeuw. En daardoor is hij in die context ook in contact gekomen met de Duitse interesse voor het nationale idee. En heeft hij ideeën opgedaan van de filosofen en de andere personen die daar leefden, over hoe je zo'n nazistaat eigenlijk op de kaart zet, hoe je een nationale cultuur ontwikkelt, en heeft daar dan ook zelf een vorm aan gegeven.
Wat ik in eerste instantie heb gedaan, is zijn netwerk in stukjes geknipt. Dat was eigenlijk de eerste opzet om een chronologische context aan zijn netwerk te geven. Er werd al wat gezegd over hoe iedere persoon verschilt, wat voor verschillende identiteit een persoon heeft. Zoiets kan je ook door de tijd heen benoemen. Iedereen is door de tijd heen ook een aantal verschillende personen. Je hebt een ander netwerk wanneer je 18 bent dan wanneer je bijvoorbeeld 60 bent. En die ontwikkelingen die hebben ook een invloed op de positie in je leven en ook het netwerk dat je hebt. Maar nog steeds was dit niet een heel bevredigend resultaat, omdat je de chronologie is hier een beetje zoek en het heeft ook geen duidelijke chronologische of geen duidelijke geografische context. En juist die geografische context wilden we graag erbij betrekken, zodat we ook konden laten zien waar deze Ludovic-tour over was geweest en waar hij zijn invloed had opgedaan en ook waar hij die invloeden dan weer had achtergelaten. Wat we toen hebben gedaan is een eigen systeem gebouwd, waarin we in eerste instantie de brieven die deze Ludovic Tour geschreven heeft konden opslaan. Dat hebben we in eerste instantie gedaan in een offline database. Later zijn we overgestapt op een online database. En daarmee konden we op een hele gestructureerde wijze de brieven die deze beste man schreef, catalogiseren en analyseren. En als u heeft opgelet voor de pauze, dan ziet u in de lijst van brieven die hier achter mij getoond worden al namen opduiken die genoemd zijn. Eén daarvan is deze Paljatski, een belangrijk man in de ontwikkeling van de Tsjechische nationale beweging. En wanneer we verder scrollen, zien we ook Pavel Jozef Safarik. Dat waren allemaal personen die ook in die stamtisch aanwezig waren in Wenen. Met al deze personen had Ludovic Tour contact. Hij verstuurde brieven met ze. Met de ene had hij wat intensiever contact met de andere. Maar je kan duidelijk zien dat hij deel uitmaakte van dat netwerk. Wat we toen hebben gedaan is, we hebben een visualisatie gebouwd waarin we dit netwerk konden tonen op een landkaart en op een tijdslijn. En ik zei het net al, met zo'n tijdslijn kan je een netwerk uit elkaar trekken. En je kan verschillende brieven die één persoon verstuurd heeft op verschillende momenten, kan je onafhankelijk van elkaar tonen. En door dat te kunnen doen, kan je zien hoe één persoon zijn invloedssferen veranderen, maar ook naar welke personen toe deze persoon die invloedssferen vertaalt. En dat is aan de hand van Ludovic Tour mooi te zien, hoe hij naar Halle reist, daar in contact komt met verschillende personen, dan terugreist naar Slowakije en daar een netwerk heeft waar hij brieven mee uitwisselt en zodoende ook zijn ideeën mee deelt. Dit wil ik eerst nog even laten zien. Dit is namelijk een manier die we hebben ontwikkeld om aan de hand van de database van brieven ook te kunnen zien wat voor connecties er tussen de personen liggen. Fallersleben is prominent aan bod gekomen. Fallersleben staat ook in onze database van personen die verschillende brieven hebben uitgewisseld in de 19e eeuw. En wanneer we hem koppelen aan Ludovic Tour, dan zien we dat hij in twee stappen bij Fallersleben in contact stond met Fallersleben. Eentje gaat via Hanka en daarna naar Grimm, naar Hofman van Fallersleben. De andere is Pavel Jozef Safarik. Deze ook Slovaakse filoloog stond ook weer in contact met Jacob Grimm. En Jacob Grimm had weer contact met Hofman van Fallersleben. Dus op die manier kunnen we in kaart brengen hoe zo'n actieve persoon als Hofman van Fallersleben via een tweedegraads netwerk in contact stond met Ludovic Tour. Dit is de uiteindelijke visualisatie geworden. En wat u hier ziet is een landkaart van Europa. We hebben bewust de grenzen weggelaten, omdat dat een zeer complexe aangelegenheid is wanneer we door de tijd heen brievensets gaan analyseren, omdat de grenzen dan continu veranderen.
Hieronder is een tijdslijn te zien. En aan de hand van die tijdslijn kunnen we door de tijd heen scrollen. En de brieven bekijken die in de tijdspannen vallen die u hier ziet. Dit is de tijdspanne die we op dit moment hebben. Wanneer we door de tijd heen gaan scrollen, zien we de brieven verschijnen en ook weer verdwijnen wanneer ze uit de tijdspannen vallen. Hier komen de eerste brieven duiken op. Deze zijn verstuurd door Ludovic Stoer. En één daarvan zien we gaat naar Jozef Jungmann in Praag. En wederom, als u opgelet heeft voor de pauze, heeft u ook gezien dat Jozef Jungmann aan de stamtisch zat met Kopitar en de andere geleerden. Dus dit was ook een persoon waarmee Ludovic Stoer in contact stond, waarmee ook hij ideeën uitwisselde over de ontstaans, de manier hoe nationale culturen ontstaan en hoe talen gecodificeerd worden, hoe gedichten geschreven worden, hoe geschiedenissen worden beschreven, nationale geschiedenissen worden beschreven. Wanneer we door de tijd heen scrollen, zien we zijn netwerk evolueren. Brieven komen op, brieven gaan weer weg. Iedere lijn is in principe één contact. En hoe dikker de lijn, hoe meer brieven er tussen die twee personen in deze tijdspannen verstuurd zijn. We zien dat Stoer in Bratislava zit en vanuit Bratislava zijn netwerk onderhoudt. Aantal brieven verstuurt hij ook naar Ludovic Gaj. En Ludovic Gaj is een belangrijke figuur in de ontwikkeling van de Kroatische nationale beweging. Dus daar zaten ook contacten. Dit is de zoon van Pavel Jozef Safarik, Janko Safarik. Die zat op dat moment in Belgrado. En daar onderhield Ludovic Stoer dus ook contacten mee. Wanneer we verder door de tijd heen gaan, zien we dat Stoer in Bratislava is. En eind van de jaren 30 zit hij in Halle. En je ziet hier dat hij op dat moment brieven verstuurt vanuit Halle. En dit toont dus ook aan dat je aan de hand van het plotten van de verschillende brieven ook het levenspatroon of de biografie van een figuur kan, in kaart kan brengen. Je ziet vanuit welke steden hij brieven verstuurt. En aan de hand daarvan is het ook mogelijk om te zien waar zo'n persoon zich ophoudt. Aan het begin jaren 40 verhuist hij weer terug naar Bratislava. En dan zie je dat hij daar weer opnieuw een netwerk onderhoudt. En is hij dus in staat om de ideeën die hij in de Duitse sfeer heeft opgedaan te verspreiden in zijn eigen netwerk. En in die zin functioneert hij dus als een letterlijke amplifier voor de ideeën die leefden in het Duitse gebied. Hij is degene die als een soort van fysieke cultural transfer, hij is de vlees geworden cultural transfer in principe. Hij is degene die ideeën oppakt in het ene gebied, terugverhuist naar het andere gebied en daar deze ideeën verspreidt onder binnen zijn netwerk. Je ziet hem ook als een soort van spin om zich heen, het netwerk om zich heen onderhouden. Wanneer we door de tijd heen scrollen, zien we dat hij in de jaren 40 dat netwerk voornamelijk om zich heen onderhoudt. Hier is hij, in deze periode van zijn leven, is hij heel actief met de codificatie van de eerste geunificeerde Slovaakse taal. Daar zie je dat hij ook veel contact onderhoudt met personen in het Slovaakse taalgebied. En op dit moment, als je de tijd in de gaten houdt, zien we dat we rond 1848 arriveren en is hij ook in Praag te vinden en onderhoudt hij daar contacten met personen in het Slavische gebied. Uiteindelijk komt hij terecht in een klein Slovaaks plaatsje en zien we vanaf de half van de jaren 50 zijn activiteit afnemen en is Ludovic Stoer overleden. Dus in die zin kan je zijn hele leven afspelen puur aan de hand van zijn brieven. En dus in kaart brengen waar hij is, waar hij zich ophoudt en welke netwerken hij onderhoudt. We hebben dit ook voor Jacob Grimm gedaan. Daar waar Ludovic Stoer's netwerk vrij compact is, verstuurde Jacob Grimm tientallen brieven per dag.
U kent Jacob Grimm waarschijnlijk allemaal van de sprookjes van Grimm, maar hij was ook door het verzamelen van die sprookjes en zijn activiteiten als filoloog heeft hij heel duidelijk bijgedragen aan de ontstaansgeschiedenis van de nationale Duitse cultuur. Dus in die zin is hij ook heel interessant voor ons onderzoek. Hier zien we zijn correspondenten en kunnen we eenvoudig de tweede graads correspondenten erbij pakken. Ook deze kunnen we weer visualiseren. En dan zien we direct dat het netwerk van Jacob Grimm een veel complexere structuur heeft en ook veel uitgebreider is. En aan de hand daarvan is ook de stelling dat het een heel verknoopt netwerk was van mensen die continu in contact met elkaar stonden over het hele Europese gebied goed te zien. Omdat je ziet dat het netwerk van deze Jacob Grimm zich over het gehele Europese continent verspreidde. Ook dit netwerk kunnen we weer analyseren aan de hand van de tijdsschaal en ook aan de hand daarvan ontwikkelingen in dit netwerk waarnemen. En dan kunnen we zien dat hij weer verhuist en daar waar hij in het begin van zijn carrière veel contact onderhield met de Centraal-Europese ruimte, zien we hier eind jaren 40 dat hij zich voornamelijk richt op de Noord-Europese en de Scandinavische gebieden. En dit zijn doordat we het op deze manier visualiseren, worden dit soort ontwikkelingen heel goed duidelijk en direct zichtbaar. Wanneer ik ook nog het tweede graadsnetwerk van Jacob Grimm erbij pak, wordt het geheel nog complexer. We spreken hier dan al over een aantal duizend brieven. Wanneer we deze op één kaart plotten, zien we ook wederom hoe verknoopt dit netwerk is. En dan wordt het inderdaad een soort van cacophonie, een soort haast een abstract schilderij van brieven, van netwerken die allemaal in verbinding met elkaar stonden. En hier zie je dan ook direct het probleem wanneer je dus de tijdschaal niet in acht neemt en gewoon zo'n heel tweedegraads netwerk op een kaart plot, dan wordt het direct onduidelijk waar mensen op dat moment hun focuspunten hadden, waar mensen hun contacten hadden en waar de ontwikkelingen van deze netwerken plaatsvonden. Om die reden vinden wij, of leggen wij zoveel nadruk op de tijdsdimensie, zodat we heel precies en heel nauw kunnen kijken waar een persoon op dat punt in zijn leven de contacten onderhield. Waar we op dit moment ook aan werken, is om deze contacten en de omvang van zo'n netwerk nog helderder in kaart te brengen. Dit is een van de ideeën waar we mee spelen, is om in plaats van de punten of de lijntjes te werken met oppervlaktes. Dat we dan ook kunnen zien waar zo'n oppervlakte van het netwerk zich bevindt en wat voor oppervlakte een persoon met zijn eigen netwerk, bijvoorbeeld met zijn tweede graads netwerk, bespreekt. En ook dat kunnen we weer visualiseren en dan door de tijd heen tonen en op die manier aantonen hoe zo'n netwerk zich, hoe het oppervlakte van zijn netwerk zich door de tijd heen ontwikkelt. Wat we ook aan het doen zijn, is bekijken of we die omvang kunnen kwantificeren, dat we nagaan hoe groot zo'n oppervlakte is en op die manier ook kunnen nagaan hoe een netwerk groeit en ook weer krimpt door de loop van de tijd. En op die manier kunnen we ook weer nagaan in hoeverre de invloed van een persoon groter of kleiner wordt en waar deze invloed dan zich afspeelt. Een ander voordeel van het werken met oppervlaktes is dat je ook zwakke links, dus een link tussen twee personen die moeilijk te aantoonbaar is, toch visueel kan maken. En dat kan je doen wanneer je twee oppervlaktes hebt en die waarin je niet kijkt welke personen er in die twee oppervlaktes contact met elkaar hebben, maar dus je kan onderzoeken waar die twee oppervlaktes elkaar raken. En dat is erg waardevol wanneer je realiseert dat mensen die bijvoorbeeld in dezelfde stad wonen, dat het onwaarschijnlijk is dat die mensen actief brieven met elkaar uitwisselden. Het is veel waarschijnlijker dat die mensen elkaar ontmoeten in de Stammtisch. En op die manier is het dus lastig om je vinger te kunnen leggen op die contacten. Een Stammtisch laat zich niet zo makkelijk vangen in dit systeem. Wat we daarom kunnen doen is bekijken wanneer één oppervlakte het andere oppervlakte raakt, of daar personen in zitten die in dezelfde stad wonen en op die manier contacten hebben met elkaar.
zodat we ze toch als links kunnen identificeren en kunnen zien dat daar ook uitwisselingen hebben plaatsgevonden. En dat is iets wat we op dit moment nog niet kunnen tonen op de kaart, maar dan kunt u zich voorstellen dat het op deze manier eruit komt te zien dat de verschillende oppervlaktes elkaar, wanneer verschillende oppervlaktes elkaar raken of overlap hebben, dat we dan toch kunnen zien dat daar ook daar uitwisseling plaatsvindt en dat er ook daar links zijn die op dit moment in dit systeem nog niet waarneembaar zijn. Daar wil ik graag bij laten. Ja? Ja, hartelijk dank, Geert Kessels. Ja, die mensen hadden natuurlijk nooit bedacht dat ze dan via een computer en een scherm hier zouden doen. Maar vandaag de dag doen we dit ook nog heel veel met wetenschappers zelf. Hè? De zogenaamde citatieindex. Want het is natuurlijk wel leuk als je veel artikelen en boeken schrijft. Maar die moeten wel gelezen worden. En als ze nou indruk hebben en mensen gaan dat overnemen, dan citeren ze. En dat kunnen we dus meten. En dan kun je dus kijken hoeveel mensen geciteerd worden. Maar ook of ze een beetje buiten hun eigen kring komen. Nou, Joep Leers is zo'n iemand die wordt veel gelezen, ook veel geciteerd, maar ook buiten zijn eigen kring. Dat is niet dé reden waarom hij de MBO Spinoza Premie heeft gewonnen, maar wel één van de. Hè? Dat is een manier om te kwantificeren hoe goed een wetenschapper eigenlijk wel niet is. Joep, kom er even bij. Dan gaan we de vragen beantwoorden. Ja. Goed, u heeft allerlei interessante dingen ingediend. Het wetenschappelijk comité, twee mensen van de MBO hebben dat allemaal grondig geanalyseerd. Een beetje gewogen naar verschillende vragen, verschillende mensen, al dat soort dingen. Ik heb hier een klein stapeltje, dat gaan we dan nu even doornemen. De eerste is van Ellen Vervoren. Waar zit je? Ja, Ellen. Oh, je komt er meteen even bij. Ja, gezellig. Ellen Vervoren. Nou, dankjewel. Je vond het allemaal een beetje elitair, lees ik. Mijn indruk is dat... dan begin ik maar meteen met mijn vraag. Ja, ik kan hem voorlezen, maar... Misschien mag ik mijn eigen briefje erbij houden, omdat ik vond dat ik hem redelijk helder had gesteld. Ik weet niet of ik hem ook nog weer zo redelijk kan overbrengen. Ja, maar was het ontkiemende gevoel van de natievorming niet voornamelijk een elitair gebeuren? Nou, dat hebben we hier wel kunnen zien met die brieven. Ja. U had het bijvoorbeeld over het steeds dichte netwerk van communicatie. Dat zal met de onderlaag niet zo geweest zijn. Ze hadden geen e-mail of dat soort dingen. Nee, ik stel me voor dat het vooral de bovenlaag is geweest die brieven heeft geschreven. Mm-hmm. Die in de gelegenheid is geweest om de trein te pakken naar een ander land, wat voor heel veel mensen... Ja. Hun wereld was heel klein. Dus... Ja. Praatje op de markt zit hier niet bij je natuurlijk. Nee. Hoe zit dat? Het is inderdaad een elite aangelegenheid, dat klopt. Ja. Je ziet natuurlijk wel dat er her en der ook mobilisatie van het gewone volk opkomt. En soms is dat spontaan. Dat gebeurt meestal uit de gewaarwording van sociaal onrecht. En we krijgen in de 18e en in de 19e eeuw voortdurend manifestaties van verzet tegen uitbuiting en onderdrukking bij met name de armelijke plattelandsbevolking. Mm-hmm. En naderhand ook de uitgebuite stedelijke bevolking. Die mensen zijn vaak slecht georganiseerd. Veel van die opstanden falen na verloop van tijd. En de geslaagde opstanden worden meestal door intellectuelen gebundeld. Bovendien is het zo dat spontaan van onderop, bottom-up komende opstanden vaak over klassenverhoudingen gaan. En zij zullen uiteindelijk dus het socialisme voeden dan het nationalisme. Terwijl de gedachte dat uitgerekend de natie iets is waarvoor je je kunt mobiliseren, dat je op de barricaden gaat voor je vlag, je taal enzovoort, dat moeten mensen aangepraat krijgen. En het is de elite, het zijn de intellectuelen die dat doen. En die daarmee ook heel sociaal voelend zijn. Het complexe van uitgerekend het nationalisme in de eerste helft van de 19e eeuw is dat men zowel sociaal voelt als etnisch. Dat is een merkwaardige... Het woord natie heeft eigenlijk twee betekenisdimensies. Het betekent het volk, in tegenstelling tot de regering. En het betekent ook de cultuurtraditie die het volk zijn eigen identiteit geeft, bijvoorbeeld door middel van de taal, de tradities, datgene wat van ouders op kinderen wordt overgedragen. Dus Henk en Ingrid zijn modale verdieners, maar ze zijn ook blond, blauw ogen en geloven in Sinterklaas. En die twee assen, dus een etnische en een demotische as, lopen door elkaar heen. En dat is eigenlijk de olie- en azijn aard van het nationalisme. En uitgerekend om mensen te mobiliseren voor hun etnische identiteit, voor hun cultuur, voor hun taal, is het intellectuele denkwerk van elites onontbeerlijk. In de vergelijkende nationalismeonderzoek wordt ook wel vastgesteld dat er drie fases te onderscheiden zijn. En dat geldt van Ierland tot Bulgarije, bijna grosso modo in heel Europa. Het begint met intellectuelen, sprookjesverzamelaars, woordenboekenschrijvers. Dan krijg je een periode dat minderheidstalen
eisen op tafel leggen voor erkenning. Dan zeggen bijvoorbeeld de Hongaren, wij willen Hongaars op school. En dan zeggen de Catalanen, wij wensen Catalaans in het gemeentehuis te kunnen spreken. Dat zijn sociale eisenpakketten. En als de regering dan niet over de brug komt, dan krijg je echt harde bewegingen. En dan kan men dus tot separatistische afscheidings... Maar dat is altijd ABC, in die volgorde. Het begint met de sprookjesverzamelaars. Eerst de woordenboeken en dan de strijd. Is je graag zo vreemd mogelijk? Ja. Want Geert, als je nou wel het praatje op de markt erin mee had kunnen nemen, ziet de analyse er dan echt heel anders uit? Of komt het dan uiteindelijk toch nog op hetzelfde neer? Het volk heeft niet de toegang tot die kernbronnen. Nee. Nee, ik denk dat dat op dit moment, op de periode waar wij over spreken, dat op dat moment toch echt een elite aangelegenheid is. En dat je dat, als je dat gaat foxpoppen bij de man op de straat, dat je toch daar een veel minder uitgesproken meningen en ideeën over krijgt. Nou, we hebben één projectje waar we aan... Dat is nog heel erg in de grondverf. En dat, maar als je denkt aan mobilisatie, hoe krijg je mensen de straat op? Nou, één manier waarop dat gebeurt, is een heel merkwaardig, romantisch, oudbollig soort ding, maar dat was in de jaren 1820, 30, 40 gigantisch belangrijk. Dat waren mannenkoren. Dat zijn dus gewoon middenstandsmannen die in hun vrije tijd in een zangkoor gaan zitten. Het repertoire van die zangkoren is altijd patriotisch. Ze zingen altijd liederen op teksten van Hofman van Fallersleben en wat is het toch mooi om een vaderlander te zijn. Die mensen gaan dan in parken feestdagen vieren en dat worden grote manifestaties. Dat is een beetje het Woodstock van de burgerij. En dan, dat worden dan ook soms betogingen. Want de 19e eeuw vindt ook de massademonstratie uit. En ook dat Wartburgfeest is daar een eerste teken van. Maar dat begint meestal als een soort culturele manifestatie. En leidt dan tot... En dat kun je plotten. Want al die zangkoren, die mode, als een Pokémon of een Flippo, is ook iets dat zich als een going viral, als een epidemie in Europa verspreidt. En de mensen van u die de geschiedenis van de Baltische landen kennen, weet je dat die zangkoren daar heel belangrijk zijn geweest in het bevechten van de onafhankelijkheid. Mm. Daar waren koorfestivals echt massademonstraties tegen bijvoorbeeld het Russische bewind. Ja. Kijk eens aan. Nou, maar ja, het is beter dan Project X, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, Ellen, hartelijk dank. Applaus voor Ellen. Dank u wel voor uw antwoord. Mag ik even nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. Wat ik net vergeten te zeggen ben, ik heb dit in opdracht van Joep gemaakt, maar ik heb het niet alleen gemaakt. Pim van Bree, die zit daar, die heeft mij heel erg geholpen. Hey, Pim. Met de ontwikkeling. Voor Pim. Eer wie eer toekomt. Ruben Sharp, die zegt van de natie als rage is een interessante gedachte. Maar waarom blijft die rage dan al anderhalve eeuw aan? Ja. En niet in de hele wereld. Dat is heel interessant. Ruben, ja, kom er even bij. Ruben, ik vind dat je inderdaad ook wel een punt hebt, want wereldwijd zie je dat. Hè? Bijvoorbeeld China heeft als teken centrum van de wereld. Als je de kaart van China ziet, zit ze ook in het midden. Nou, Amerika noemt zichzelf us, de rest them. Dus dat is een wereldwijd verschijnsel. En als het dan zomaar een rage is, dat gaat eigenlijk al de hele tijd door. Dus het is meer dan een rage, denk je. Nou, het lijkt erop dat het meer dan een rage is. En ik vind het dan interessant om te weten, wat maakt het zo stabiel? En onder welke omstandigheden is het een goed idee? En in mijn achterhoofd had ik het idee dat Europa dat aanstuurt om een beetje een supranationale staat te worden. Ja. Onder welke omstandigheden is dat dan ook een goed idee of juist geen goed idee? Ja. Hoe maken we Europa één? Of moeten we dat helemaal niet doen? Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk interessante, complexe vraag. Ik zou eigenlijk een uur nodig hebben om alleen maar aan te beginnen. Hij valt eigenlijk in twee delen uit elkaar. Waarom is het nationalisme zo succesvol en bestendig als ideologie? En hoe kan je het ook anders verzinnen? Hè? Wat zijn de eventuele alternatieven? Het zijn allebei complexe vragen. De eerste. De 19e en 20e eeuw staat bol van de politieke conflicten. Dat zijn vaak belangengroepen en heel vaak is dat de tegenstelling tussen rijk en arm, maar daar lopen ook religieuze verschillen doorheen. De samenleving is een kruiwagen met kikkers, men maakt ruzie. Bij al die politieke debatten en die oneenigheid en het uitpraten van tegenstrijdige belangen die in een samenleving aan bod zijn, is heel vaak de gedachte sinds de romantiek, uitgerekend sinds de romantiek, dat de cultuur iets is dat de tegenstrijdigheden overstijgt.
Dus je kunt links zijn of rechts, Nederlander zijn wij allemaal. De gedachte is dat er in de cultuur een soort sanctuary, een soort vrije ruimte is, waarbij je de vitterij en de tegenstrijdigheid van de loop van de dag even opzij kunt zetten. En je kunt allemaal liederen gaan zingen of naar muziek gaan luisteren. En die cultuur wordt dan heel vaak als nationale cultuur gezien. En bijvoorbeeld het meevieren van Koninginnedag of het kijken naar de Gouden Koets op Prinsjesdag, al dat soort dingen wordt gezien als een apolitieke bezigheid. Omdat nationalisme uitgerekend de ideologie is die het meest op cultuur zet, kan ze zich eigenlijk achter het gordijn van de cultuur terugtrekken en zich presenteren als apolitiek. En als iets dat boven de partijen staat. En dat is een hele goede ideologische overlevingsstrategie gebleven. Het betekent ook dat heel veel verschillende groepen in de samenleving, of ze nou qua inkomen of qua religie of qua etnische afkomst of hoe dan ook van elkaar verschillend zijn, altijd zich aangesproken kunnen voelen door de gedachte: wij juichen allemaal voor het Nederlands elftal, of we zijn blij als we gouden medailles krijgen in Holland House, wordt de Polonaise gelopen. Dus dat is een van de redenen waarom het nationalisme zo succesvol is gebleven. Het kan zichzelf, het is een politieke ideologie die zich kan vermommen als een apolitiek wijgevoel. En dan nu Europa. Eurovisie Songfestival, ruzie met Amerika. Wat hebben we daarvoor nodig? Dit is eigenlijk een heel cynisch antwoord. De enige manier waarop een natie echt tot stand komt, en dat is een les die we uit de imagologie leren, is: je hebt buitenstaanders nodig. Ja. Ik heb het voorbeeld van Wulfsens gegeven. Nederland is Nederland omdat iedereen wil vermijden om Duitser te worden. Zonder Duitsers waren wij dan niet. Ja. Je hebt dus iets nodig om je tegen af te zetten. Je hebt dat silhouet, om een silhouet te hebben heb je een buitenrandje nodig. En Europa heeft dat niet. Europa is alleen maar vriendelijk en weet niet waar het ophoudt. Men wil niemand buitensluiten en Europa heeft geen echte vijandbeelden. Om het heel cynisch te zeggen, Europa gaat soms erg goed als er wat verdachte presidenten in het Witte Huis zitten. Dus onder Reagan en Bush was er een veel sterker Europees wijgevoel, want we vonden het nodig om een stem te laten horen die westers was, maar niet Amerikaans. Zodra er een verstandige man in het Witte Huis zit, Clinton of Obama, hebben we het moeilijker, want dan kunnen we veel makkelijker met Amerika. En dan zien we opeens het verschil niet meer zo. Tegen de tijd dat Europa vijanden krijgt, zal Europa een wijgevoel ontwikkelen. Maar dat is juist wat Europa niet wil. Europa wil alleen maar op basis van consensus werken. En bovendien, en dat is ook een beperking die Europa zichzelf oplegt, heeft Europa het culturele fundament afgezworen. En heeft gezegd: wij willen alleen maar samengaan op basis van mensenrechten, burgerrechten, fiscale eenwording, economische eenwording enzovoorts. En in verschillende verdragen is vastgelegd: als de Ieren hun Ierse taal willen beschermen en als je aan cultuur wil doen, moet dat mogen, ook als dat de vrije vestiging in de weg staat. Europa komt niet aan de cultuur. Nou, daarmee bindt Europa eigenlijk zijn handen op zijn rug om een staat te worden in die natiestatelijke zin zoals we hem hebben. Wat heb je dan? Nou, de ontreddering die er tegenwoordig heerst weerspiegelt eigenlijk het prangende karakter van die vraag. Ik heb wel een antwoord. Je hebt een toekomst. Als je kijkt naar de manier waarop Obama in beide verkiezingsoverwinningen zijn presidentschap aanvaardt of zijn kandidaatschap aanvaardt, dan creëert hij een Amerikaans wijgevoel op basis van de mogelijkheid samen de toekomst tegemoet te treden. Yes, we can. Wij kunnen samen een klus klaren. Dat is één mogelijkheid waarop Nederland het kan. Bijvoorbeeld met de Delta werken, samen iets doen tegen de zee. Dat is geen echte buitenlander. Je hebt samen een project waar je aan wil werken. En dat kan eensgezindheid creëren. En dat werkt heel goed voor Amerika met zijn African Americans, zijn Irish Americans, zijn Italian Americans. Dat zijn allemaal verschillende soorten hyphenated Americans. Maar ze komen samen met het idee van: we hebben een project Amerika. Ik denk dat dat ook voor Europa geen slecht idee zou zijn. Ja, Ruben, het zou dus wel kunnen als Europa wat minder soft is. Dan kunnen we er één Europa van maken. Maar zou je daarvoor zijn? Of denk je, doe maar niet? Nou ja, als ik het zo samenvat, dan is nationalisme of supranationalisme is een politieke keuze. Daar kun je voor kiezen. Mm-hmm. En dat kun je dan onderbouwen met een truc. Je kunt inzetten op cultuur, dan ga je voor nationalisme. Of je gaat inzetten op economische politiek en dan ga je voor supranationalisme. Maar het is een keuze en daar moet je achter staan. Ja. En dat is gewoon de... En daar staan we momenteel niet achter met Europa. Persoonlijk niet zo heel erg. Nee, er zijn ook weinig mensen, dan is het zo'n rommeltje. Maar toch ben ik zelf trots Europeaan te zijn. Hey Ruben, hartelijk dank. Dankjewel. Dankjewel.
Ja, ik heb alleen maar ruzie van, toch? Dat willen we ook niet. We hebben niet eens een leger. We hebben een scheiding tussen kerk en staat. Ik denk eigenlijk dat een scheiding van cultuur en staat zou ook geen gek idee zijn. Dat goede mensen thuis maar hun cultuur moeten bedrijven zoals ze willen. En de staat heeft alleen maar te maken met de verdeling van belastingcenten. Lijkt me een uitstekend idee. Inderdaad, net als de huidige regering. Marielle Stol, tegenwoordig heeft nationalisme een negatieve bijklank. Ja, daar gaan we inderdaad. Hoe zat dat toen eigenlijk? Marielle, kom er even bij. Nou, Marielle, dankjewel voor je vraag. Zit je zelf ook in de wetenschap? Nee, maar ik ben docent aardrijkskunde. Oh, nou, dan zit je hier goed natuurlijk. Ja. Dan kijk je alleen maar naar nazistaten. Nu is dat een beetje een vies woord. Komt ook wel een beetje door de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Maar hoe keken ze daar toen tegenaan? Ja, Hofman von Fallersleben noemde zichzelf geen nationalist. Dat woord komt eigenlijk pas als scheldwoord op. En het is altijd een beetje in negatieve zin gebruikt. Het is iemand die zich blind staart en helemaal fanatiek, fetischistisch wordt over zijn nationaliteit, wordt een nationalist. Dus het is altijd met een beetje argwaan gebruikt, het woord zelf. Na 1880, 1890, als je echt heel totalitaire vormen van volksnationalisme krijgt, wordt het wel door de mensen zelf gebruikt. Hoe keek men er tegenaan? Het leek in het begin een heel goed alternatief. Het is namelijk een combinatie van een democratisch model met een consensusmodel. Als je kijkt naar de voorgeschiedenis, dan waren de staten altijd bijeengehouden door de vorstenmacht. Een rijk was eigenlijk de rijkwijde van de vorst. En de gewone man moest belasting betalen en verder zijn mond houden. Nou, dan krijg je het democratische denken dat in Amerika en in Frankrijk in hun revoluties wordt uitgeprobeerd in 1776 en met de bestorming van de Bastille. En daarbij definiëren we de volkssoevereiniteit. Dat ontaardt in Frankrijk in de guillotine. Dat wordt een groot probleem. En men probeert een middenweg te vinden dat men zegt, ja, het is eigenlijk een goed idee om het volk aan de macht te krijgen en de vorsten zelf te laten beteugelen door een grondwet en door een rechtsstaat. Maar laten we wel proberen om een soort harmonieus familiemodel te creëren waarbij rijk en arm, hoog en laag niet langer, zoals in de Franse Revolutie, hart tegen hart gaan, maar broederlijk onder een hogere eenheid samenwerken. En dat is de natie. Dus het was eigenlijk wat Hofman von Fallersleben in het derde couplet van zijn Deutschlandlied zo mooi zegt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Een soort broederschap en de fraternité van de Franse Revolutie. Broederschap, eenheid en vrijheid. En daar kon eigenlijk niemand een probleem mee hebben. Dus in het licht van de felle, bloederige conflicten die van tevoren waren geweest, vond men het nationalisme een goed idee. En tot in de Eerste Wereldoorlog zag je de gedachte die een beetje als volgt zal samenvatten. Als nou elk volk zijn eigen zelfbeschikkingsrecht heeft en zijn eigen land krijgt, heeft geen enkel volk nog reden om oorlog te voeren met een ander volk. Dan krijgen we het Europa der vaderlanden. Daarom was de Eerste Wereldoorlog ook de war to end all wars. En de gedachte was dan, we krijgen nazistaten. En omdat iedereen gelukkig is in zijn eigen staatje, met zijn eigen landgenoten en zijn eigen, wordt het allemaal leuk en aardig en lief. Dat was het positieve idee. In de praktijk bleek dat een eenvoudige oplossing voor een lastig probleem. En dan ga je altijd in missen. Ja. Is dit een bevredigend antwoord? Ja, ik moest ook weer gelijk denken toen je zei, rijk en arm bij elkaar brengen aan de nivellering. Heel gek, maar dat het nu ook dus niet lukt. Ik heb wel antwoord gekregen op die vraag. Ja. Ja, dit is het verhaal, hè, zoals je dat uit literaire bronnen haalt. Maar Geert, kun je dit nou ook kwantificeren? Hè? Dus dat je een bepaalde analyse doet, dat je bijvoorbeeld woorden als vaderland, lievend, het koninkrijk, kijkt of dat misschien door de tijd heen samenhangt met andere kwalificeringen. Ja, dat zou ik heel graag willen doen. Maar daarvoor hebben we de mankracht en ook de computerkracht voor nodig om dat te kunnen. We hebben ons op dit moment enkel gericht op de metadata, de gegevens om de brieven zelf heen. En ons niet gericht op de teksten. En wanneer we dat wel gaan doen, kunnen we natuurlijk dit soort prachtige experimenten gaan ondernemen. Maar in principe kan dat dus. Tijdlijnen krijgen. Ja, absoluut. En dan kan je ook ideeën door de tijd heen zien reizen. Dat zo'n idee over een nazistaat ergens geconcipieerd wordt. Dat iemand dat bedenkt en door zijn netwerk weer verspreidt naar andere regio's toe. Ja. Daar is een woord voor, dat heet begripsgeschiedenis. Dat is vroeger met de hand gedaan. Dan moest je echt alle boeken lezen en de belangrijke termen turven. Tegenwoordig zijn veel van die teksten gedigitaliseerd. En we zijn op het ogenblik met mensen van het Huygens Instituut aan het praten die alles weten van digitale tekstedities.
En dat je inderdaad met data mining en analyse kunt zien hoe bepaalde woorden komen opduiken. Wanneer bijvoorbeeld het woord vrijheid betekent de vrijheid van het volk ten opzichte van de regering. Of de vrijheid van dit land te midden van zijn buurlanden. Ja. He, dat kun je in kaart brengen. En daar zijn methoden voor. En die ambities hebben we ook wel voor de volgende 5 jaar. Ja, over dat in kaart brengen. Mag ik 1 vraag stellen daarover? Natuurlijk. Want je had het net over invloed en oppervlakte. Dus als je een brief schrijft van punt A naar punt B, dan kan je die oppervlakte inkleuren en dan is dat invloedsgebied. Ik vraag me af of dat wel zo kan. Want als ik een brief schrijf naar iemand in Australië, dan kan ik niet de halve wereld gaan kleuren. Dat is wetenschappelijk inderdaad. Leest dat niet als het nee. Is. Nee, dat klopt. Het is wetenschappelijk inderdaad niet houdbaar. Daar ben ik het helemaal met je mee eens. Het is voor ons puur een manier om aan te tonen waar deze persoon, de personen in zijn netwerk zich bevonden. Mm-hmm. En dat je dat op die manier aan de hand van zijn oppervlak inzichtelijk kan maken. Maar het is niet zo dat we daar aan de hand daarvan kunnen zeggen, omdat hier dit oppervlakte loopt, kunnen we ook zeggen dat hij daar in dat stadje waar hij nooit contact mee heeft gehad, ook daadwerkelijk invloed heeft gehad. Ja. Het gaat ons meer om dat we verschillende oppervlakten kunnen visualiseren en dan ook de overlap tussen die oppervlakte kunnen bekijken. Van de andere kant, wat je wel kan doen, is puur het feit dat zo'n oppervlakte groeit of krimpt, wel iets kan zeggen over het bereik van een persoon. Ja. Goed. Ja. Hey Marleen, als je nou over een week of twee denkt van, hey, vandaag heb ik helemaal geen zin in die klas, surf je naar Wetenschap 24, zet je gewoon deze uitzending op, krijg ze een prachtig verhaal van ons en dan zien ze dat de juf beroemd is. Ja. Hartelijk dank, Marleen. Dank je wel. Goed. Oh, dat is iemand met een wonderlijke naam. Bloem. Ik weet niet of dat voor of achter, het zal de achternaam zijn. Doe maar even de muziek. Ja, daar komt hij al. Ja, kom erbij. Meneer Bloem zie ik dus. Ja, komt u daar, komt u mee even hier staan, dan kunnen jullie allemaal zien. U heeft zo te zien ook een hoop boeken gelezen. Habermas, door. Zijn wij kinderen van de romantiek of kinderen van de verlichting? Die vraag moeten we even toelichten. Precies. Ik zeg, hier wordt de suggestie gedaan dat wij allemaal echt op de nationaliteit van Nederland gericht zijn. Dat geldt voor Nederlanders, dat geldt voor Duitsers. Je ziet het op de Balkan, je ziet het in Hongarije. Maar tegelijkertijd in West-Europa is ook de verlichting ontstaan. De verlichting gaat niet van een gevoelsleven uit zoals wij tegenover zij. Die gaat van de ratio uit, van het ik, gaat ook van cosmopolitisme uit. Nu zijn er heel veel mensen die beweren dat die verlichting veel belangrijker is dan de romantiek die u naar voren brengt. Ja. En die mensen die ik net citeer, nou die beweren zelfs, het is te betwijfelen, maar die beweren zelfs dat zulke verschijnselen als de Tweede Wereldoorlog, of laat ik zeggen de negatieve uitvloeisel van de techniek, atoombommen en dergelijke, dat die uit de verlichting voortkomen. Met andere woorden, al die natuurwetenschappen, al die verschijnselen hier, zijn uitvloeisels van de verlichting. En de romantiek is een leuk secundair bijverschijnsel. Nou zeg. Is het provocatief genoeg geformuleerd? Is dat zo? Is er genoeg provocatief? Ja, nou, u geeft een bepaalde kritiek op de verlichting inderdaad goed weer. Sinds Adorno is er een tamelijk kritische kijk op de verlichting. En de vraag is nu in hoeverre totalitaire ideologieën zoals het nationalisme in de 20e eeuw eigenlijk uit de romantische geestgesteldheid afkomstig zijn. Wat ik een beetje suggereerde in mijn praatje, of dat er al verlichtingszaken aan ten grondslag liggen. Nou, ik hou het even simpel, want in de praktijk is natuurlijk loopt dit allemaal door elkaar heen. Hè? Hoeveel als de Maas in Rotterdam in de zee uitstroomt, hoeveel water zit er dan van de ene zijrivier in en hoeveel water zit er van de andere zijrivier in? Dat mengt zich allemaal. En in de cultuurgeschiedenis moet je ook vaststellen dat het nieuwe het oude niet afschaft, maar er gewoon overheen komt. Als je de geschiedenis van de technologie, niemand heeft nu nog zijn telefoon met een zwengel eraan, want die is afgeschaft door nieuwere modellen. Maar in de cultuurgeschiedenis blijft het oude bestaan, ook al komt het nieuwe eroverheen. Dus toen de romantiek opkwam, verdween de invloed van de verlichting niet. Er kwam gewoon een laag overheen. Nou, als je probeert bepaalde politieke houdingen op hun herkomst terug te leiden, wat een lastig probleem is, dan zou je kunnen zeggen, de verlichting doet tegenstrijdige dingen. Ze vinden de kritische reden uit, het mondige individu.
De bevrijding uit de verwijtbare domheid, zoals Kant het noemt. En dat is nog altijd een belangrijk iets waar we als Europeanen voor moeten blijven staan. Want het zou erg zijn als we dat zouden willen afschaffen. Van de andere kant voert de verlichting ook de gedachte van een bijna mechanische, totaal gecontroleerde staat in. Het prototype van de Europese dictator is Robespierre. Hij inspireert Stalin en Hitler en alle dictatoren die na hem zijn gekomen. En hij werkt op basis van de verlichting. Dus het kan naar twee kanten uitpakken. We hebben aan de verlichting een cosmopolitisme te danken, maar ook een totalitair beeld dat de staat alles moet kunnen beheersen. Nou, in de romantiek krijgen we inderdaad dat etnische denken dat in de verlichting nog tamelijk vreemd is. En dat kan uitpakken in de richting van de bevrijding van minderheden. Het kan ook uitpakken in de vervolging van minderheden. In beide gevallen zie je dat je eigenlijk een soort koppelverkoop krijgt tussen positieve en negatieve effecten. Je kunt daar niet in een supermarkt tussen kiezen van ik neem dit van de verlichting en dat van de romantiek en de rest komt niet in mijn kamer te pas. We moeten het hele pakje accepteren zoals het tot ons gekomen is. Dan laten we een simpel voorbeeld nemen, de Balkanoorlogen. Is dat nu iets dat voortvloeit uit de romantiek of is dat een verlichtingsgedachte? Het recht van zelfbeschikking voor Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Albanië, etc. Ja. Romantisch of verlichting? Allebei. Dit is dus echt alsof je in een soep de tomaten wil scheiden van de prei. Wat in de Balkanoorlogen romantisch is, dat is inderdaad de gedachte van de nationale zelfbeschikking van cultureel gedefinieerde volkeren. En de gedachte dat Albaniërs daarom totaal verschillend zijn van Macedoniërs of van Grieken of van Serviërs. Wat helemaal uit de verlichting komt, is de geopolitieke inzet dat zowel het Habsburgse Rijk als het Russische Rijk proberen toegang te krijgen tot de Bosporus en de oostelijke kant van de Middellandse Zee. En daarmee die hele regio onder een zware internationale hypotheek plaatsen en een militair geweld daarin ontketenen dat die arme boeren zelf nooit op de been hadden kunnen brengen. Dat zit er allebei in. Ja, uitermate goed. Goed, meneer Bloem. Het een kan dus niet zonder het ander, maar toch dank voor uw inzending. Ik dank u zeer. Ja. Dank u wel. Meneer Bloem. Goed. We kunnen zo nog wel even doorgaan. Maar u wil natuurlijk ook naar de bar. Tenzij er nog iemand was die zo... Ja, als jullie het nou toch over hebben. Ik wil ook graag nog even iets kwijt. Dan gaan we zo even afronden. We hebben nog een klein uitsmijtertje aan het einde. Eenmaal andermaal. Dank u wel. Goed, dan ga ik naar de afronding toe. En je bent wel zo klaar, hoor? Ja, nee. Oké. Okay. Nou, jij doet straks nog het einde. Nog even een applausje voor Geert. Ja. Goed. Volgende maand zijn we er weer. Dan hebben we Jaap Damstee. U heeft al het postertje kunnen vinden. Dan gaan we graven onder de grond. En met fossielen kunnen wij dus het klimaat voorspellen. Een heel andere hoek van de wetenschap, maar ook weer beren interessant. Eerst is het nog over 2 weken Tech Talk Late Night. Dat is ook een praatprogramma, maar dat gaat meer over informatietechnologie. Een stuk of 8 gasten hebben we dan. We gaan dus van alle ellende die op je computer zit, die gaat naar de telefoon. Spam, virussen, al dat soort ellende. Identiteitsfraude. We gaan ook nog hebben over high-tech cybercrime, cyberwar met mensen van de politie en dat soort dingen. We laten een laptop rondgaan, dan mag je helemaal op losgaan. Er zit geen virusbeschermer op of wat dan ook. En dan kijken wat we onderweg vakken. Dat soort dingen gaan we doen bij Tech Talk Late Night. We hebben ook nog live muziek. Dat is over 2 weken. En over 4 weken is er weer Spinoza te paard. Dan hebben we allemaal even pauze. En dan zijn we in het voorjaar weer. Ik wil tenslotte natuurlijk nog even de dames van NWO bedanken die in het wetenschappelijk comité de boel hebben geanalyseerd. Ja. Ineke van Emerink en Francine Petit. Michiel de VJ. Henk de DJ. De heren van Rek Online die het allemaal opgenomen hebben. Dan kunt u het weer terugzien op Wetenschap 24. Paard van Troje natuurlijk. Mijn naam is Chris van het Hof. En zoals altijd bij Spinoza te paard eindigen we natuurlijk met degene waar het allemaal om draait. Nog even een kort woordje van Joep Leers. Ja, de dagsluiting. Ik heb geprobeerd een spelletje Six Degrees of Separation te spelen en te laten zien hoe je allerhande verschillende uiteenlopende mensen met elkaar in verband kunt brengen door hun tussenpersonen te identificeren. Dat kun je ook door de tijd heen spelen. En daar wordt de Europese geschiedenis echt interessant mee. Als je kijkt naar de lange, lange lijnen die door de eeuwen heen lopen en die eigenlijk de lange
eeuwenlange geschiedenis van Europa tot een continuïteit samenbrengen. Dus niet alleen is Europa een small world, zoals dat heet, het is ook een korte geschiedenis. Het is een korte geschiedenis met een lang geheugen. En om daar een paar tipjes over te geven, ik ga daar niet diep op uitweiden, maar daar moet u maar eens even over nadenken in het vervolg van deze avond. De geschiedenis van een geste. De geste is het verbranden van een boek. We hebben dat gezien op de Wartburg in 1817. Dan verbranden studenten vreemde boeken die de superioriteit van het Franse rechtssysteem tegenover het Duitse rechtssysteem verdedigen. Zij vinden dat een culturele zelfvervreemding. Zij willen hun eigen nationale cultuur emanciperen en daardoor verbranden zij korsetten, pruiken en boeken. Zij hadden daarbij een voorbeeld. Ze deden dat niet spontaan als iets dat voor de eerste keer gebeurt. Ze hadden een bewust historisch referentiekader. Want zij vierden een eeuwfeest van de Duitse reformatie met Luther. 1517 was de dag dat hij zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg timmerde. Maar een aantal jaren later kreeg hij een bul van de paus. Waarin de paus hem zei, en nou, ophouden met die ellende, anders doe ik je in de ban. En Luther verbrandde die bul. Dat gebeurde in 1520. En dat werd door deze studenten gezien als de daad waarmee de Duitse moraal, de Duitse religie, zich emancipeerde van het juk van Rome. Dus net zoals deze studenten zich wilden emanciperen van de Franse hegemonie, zagen zij het voorbeeld van Luther, die zich moreel emancipeerde van de Roomse hegemonie. Voor de studenten was dit dus een historistische daad. Zij probeerden een echo te doen plaatsvinden en een moment uit het verleden te actualiseren. Maar deze daad is op zijn beurt ook tot historisch referentiepunt geworden. Want in de jaren 1930 werden de Duitse studentenverenigingen steeds nationaal-socialistischer. En zij lieten een pamflet uitgaan, Wider den undeutschen Geist, tegen de onduitse geest. En om eigenlijk de geste van het Wartburgfeest te actualiseren, zijn berucht genoeg op het Operaplein in Berlijn boeken verbrand van auteurs die niet nationaal voelend Duits waren. En zo zien we dat in dit soort gestes en in de historische zelfpositionering van studenten en van intellectuelen van 1520 tot 1817 tot 1933 enorme lijnen dwars door de eeuwen heen gespannen kunnen worden. En dat soms één en dezelfde geste totaal verschillend kan zijn al naar gelang de ideologische context waarin het plaatsvindt. Een religieuze reformatie, een nationale emancipatiebeweging, een totalitaire onderdrukkingsbeweging in verschillende eeuwen. Als we vanuit de 19e eeuw terugkijken, want dat is wat de 19e eeuw doet, wil ik daartegen die manier waarop de geste van Luther ontspoort tot de geste van Goebbels, daar nog een ander voorbeeldje naast zetten. En ik wil met u terug naar die ontdekkingstocht van Hofman van Fallersleben, die met Jan Frans Willems vanuit Gent naar Valenciennes ging om daar een oud manuscript op te sporen. Wat stond er in dat manuscript? Wat was dat manuscript? Het was inderdaad een heel oud geschrift, opgeschreven door een monnik tussen 870 en 880, dat wil zeggen minder dan 100 jaar na Karel de Grote, echt in de vroege middeleeuwen geschreven. En dat bleek, men wist dat daar een heel oud Duits gedicht in zou staan, het Ludwigslied, maar het bleek dat in dat manuscript twee gedichten stonden. En die monnik in, laten we maar even zeggen, 880, had met één en dezelfde ganzenveer en in één en hetzelfde handschrift, op één en dezelfde bladzij, niet alleen één van de oudste Duitse gedichten opgeschreven, Einen Koning weiß ich, heißt Herr Ludwig, een koning weet ik, hij heet Heer Lodewijk, maar daaraan voorafgaand ook het allerduitse gedicht in het vernaculaire Frans, een hymne op de heilige Eulalia, Buona pulcella fuit Eulalia. Dit is eigenlijk voor mij het Arte-televisiekanaal van de 9e eeuw. In dit Vlaamse klooster, het Sint-Amandsklooster, waar in 1915 de loopgraven zouden liggen en waar Duitsland en Frankrijk elkaar verbitterd met lood en bloed zouden bestrijden, was er een monnik, meer dan 1000 jaar van tevoren, voor wie beide talen één en hetzelfde literaire repertoire leverde en die met één en dezelfde ganzenveer in de beide grote talen van Europa kon schrijven. En dat is eigenlijk het mooie van de vondst van Hofman van Fallersleben. Dank u wel. Bye.
Frankrijk. Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug.